De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you admitten dat je een probleem hebt. Welkom de AA. Ah ah, ik ben hier aan je heer van der Als het ergens over moet gaan. Zend de liste! Not the face! Glimmeren of de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA, historische dag vandaag, de eerste vrouw in onze podcast, yes, weg met het schvansenfest. En niet zomaar één, maar de stem van een alternatieve generatie, begon in 1997 als radiopresentatrice voor het programma Metalopolis, geloof het of niet, bij Stubru. En presenteerde vanaf 2000 het toonaangevende muziekprogramma Duister. Presenteert nu het middagprogramma Ico op Radio 1, waar ze net vandaan komt. Ja. Niemand minder dan de vrouw met de coolste naam op de planeet. <laughs> Ico Duister. Hallo Ico, welkom. Dank u, ja. Dat is echt een onwaarschijnlijk coole naam. Ja, ik heb hem zelf niet gekozen, dus... Uh... Nee, maar dat, als je Duister heet met je ja. achternaam, dan begint het eigenlijk al redelijk goed, hè. Dan kan er... Ja, als kind heb ik daar nog thans nooit bij stilgestaan. Is dat ook nooit echt een, ter sprake gekomen of zo, maar... ja. Op het moment dat we het programma dat uiteindelijk Duister zou heten, toen we daar een naam voor, zo, voor zochten, toen was Jan Houtekiet de man die zei van, ja maar als jij dingen wil doen met muziek die niet zoveel op de radio wordt gedraaid in de donkerste uurtjes van de week, noem het dan toch gewoon Duister. Nou ja. En ik dacht nog van, ja, maar ja, het moet niet over mij gaan. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk wel. bleek dat wel, uh, ja, wel de beste keuze. Ja, ja. maar dat is, dat is ook, ook uw voornaam, want dat klopt gewoon helemaal. Hè. Uh, Aiko Duister is echt zo... Aiko is ook niet zo'n uh, vaak voorkomende voornaam. Nee, helemaal niet. Van, en uh, in de periode dat ik geboren ben, de aantal mensen die mijn ouders uiteindelijk dan leerden kennen, die ook kinderen hadden met die naam, dat, dan waren het jongens. Ja. Yeah. Ja, ja dat is Aiko waar. Ja, Inderdaad. Ja. Bij mij doet dat altijd denken. Dat is wel keihonnozel, maar kon dat toch zeggen. Nee, okay. Om dat nummer. Aiko, Aiko, Ane, ja, dat ja, dat hebben <laughs> we waarschijnlijk al heel veel in uw ja, leven ja, moeten ja, horen. Ook, maar, ja. maar ik moet daar altijd direct aan denken. Het ja, en... stond zelfs op een cassetje dat ik ooit gekregen heb van mijn Peter toen ik heel klein was. Ah, ik dacht ja. even van uw eerste vriendje, zo, die nee, zo'n mixtape voor Peter. u gemaakt nee, nee, hebt en nee, nee. Had, van ik heb een Dat nummer is ook wel gebeurd later, maar niet met dat. Mixtapes gaat van vriendjes. Ja, zeker. Ja, serieus. En wat stond daar allemaal op? Weet jij dat nog? Um, dat ging van uh, de eerste platen van R.E.M. over Jane's Addiction. over Mudhoney. over. Uh in Soundgarden, Amai, dat vriend, soort vriendjes met goede smaak klaar ah, tuurlijk, dat was de bedoeling. Ah, oké, okay, <laughs> toch, want ik weet dat niet. Misschien had je ook wel zo wie een gat waar je van denkt: ik vond die gewoon leuk, maar die is een muziek smaak. Dat is gruwelijk... ook wel eens gebeurd, maar dan is het nooit tot een mixtape gekomen. Nee, nee. Dan is het ook niet blij als je dan er was Het sneller al krijgt. afgelopen voor de mixtape uh, mogelijk ja. in het spel kwam. <laughs> <laughs> zo, dus zelfs na de eerste date al zo. Nee, nee, we begonnen die ref breken voordat de mixtape eraan komt. Ga, ja, soms na een eerste gesprek, dat je iemand op een vijf ontmoet en denkt, wauw, dat is een coole gast, en uh, dan de dag daarna afspreekt en denkt, oeh, nee, dit was het toch <laughs> zo, niet. Oei, zo, <laughs> zo, zo, zo meer alcohol en neonbierlicht zag je er veel leuker uit dan uh, als je ineens Ja, lukt of er... mensen die er gewoon cool uitzien, maar eigenlijk ja, weinig Nicole te vertellen Zijn. hebben. Dus, ja, ja, dat uh, ja. dat gebeurt. Gebeurt nogal veel, zelfs vaak, ja, in mijn, in mijn is, ervaring. Ja. Het zijn soms zo van die mensen waar je van, vanuit de lucht kunt vallen. Waar je van denkt: van de die had ik daarna nooit verwacht. Ja. En die kom je ineens af met een band dat je denkt: holy fuck, kendega dat? Ik, uh, ik heb wat vragen voor u, maar ja. het is allemaal los. Hè. Ik bedoel, okay. We zijn gewoon aan het tetteren. <laughs> dus als jij zoiets zet van: oh. Maar jij zei, ja, hebt een uitzonderlijke liefde voor muziek, hè, want je zit er al heel, heel lang mee bezig. Waar is hij bij u begonnen? Wat zijn de gewoon, dingen? Als tiener. Ja. Ja. En wat waren de dingen die, die voor het eerst bij u het uh, teweeg brachten, zal ik maar zeggen? Ik heb als kind keek ik al naar Avro Stop. Mm -hmm. En uh, was ik eigenlijk altijd al gewoon, ja, werd ik blij van muziek. Ik kan dat niet echt anders uh, typeren. Um, wanneer is dat zo bewust begonnen? Ja, het moment van de middelbare school. Het moment dat je begint te zoeken naar een, een eigen identiteit en. Zelf dingen begint te ontdekken via vrienden. Um, en je niet meer compleet afhankelijk bent van alleen uh, wat er op de radio gespeeld ja. wordt of wat er in de top 40 ja. staat. En ik was wel meteen aangetrokken, ook uh, ja, puur op uiterlijk dan door ja, zo de iets alternatievere mensen. Um, en in de jaren 80 waren mensen. Veel duidelijker dan nu, vind ik uh, soms gewoon een punker of een New Wave. Ja, ja, absoluut. En uh, op school zaten er zo wel een paar uh, mm -hmm. exemplaren. <laughs> en uh, ja, op een bepaald moment gewoon via vrienden. Uh, ik denk een van de eerste uh, LP's die ik zelf heel bewust ben gaan kopen, uh, dat was dan tweedehands, want het budget was heel klein. Was, uh, uh, waren de platen van de Ramones. Die heb ik allemaal tweedehands All right. gekocht. cool. Um, dat is begonnen met uh, de blauwe plaat waar ze zo in een tunnel staan. Dat was ja, de eerste die ik gekocht man, ik heb. En dan daarna gewoon de rest beginnen kopen. Uh, maar andere dingen die we leuk vonden waren ja, de damped en de pokes. En um, ja, van alles. Punk eigenlijk, min of meer een klein beetje. Eigenlijk wel, maar ja. niet zo de hardcore variant. Dat ja. heb ik dan pas later wel beter leren kennen. Ja. Um, Heel toegankelijke punk, toch wel. Ja, tuurlijk, maar de originele punk ja, was ook toegankelijk. Ja. He, als je ja, luistert ja. naar The Damned of The Clash of dat wel, dat, ja. dat is gewoon snel gespeelde rock'n'roll eigenlijk. Ja, he, met, ja. met toch wel redelijk poppy zanglijnen, dat dat bleef voilà, hangen. Ja, maar ja, ik ben ook... Zeker als ik er nu terug naar ja. luister, dan denk ik soms van: ja, dat is, het is ja. zo totaal niet gevaarlijk eigenlijk. Terwijl mm -hmm. we toen dachten. Ja, dat het wel. Uh, ja, maar dat was, dat iets en, en toch was dat was. ook wel zo, want als ja. je dat toen hoorde, was dat ook heavy. Ja. Zeker als je dat vergeleek met wat je allemaal te met horen Howard kreeg. Howard Jones. Howard Jones, oh man, what of, is Nick nou? Kamen. Oh, oh, gruwelijk, Nick Kamen, die vond ik pas vreemd. Each time you break my heart, is dat toch, hè? Ja, ik, ik heb dat ook. Ik, ben, ik, ben, want ik denk dat wij ongeveer leeftijdsgenoten zijn. Ja. Hè? Wij zijn ja. echt letterlijk van ja. rond dezelfde tijd. Ik ben van december 72 en jij ja, ze van januari. Ja, voilà, ja. Dus wij zijn alle twee ja. 45. Ja, yep. <laughs> yeah. hoe voelde dat voor u, 45 hoor? Sava, eigenlijk. Ja, ja. ja, ja, ja voor mij niet. Um, ja. <laughs> ik voel mij ook niet. 45. In mijn hoofd heb ik zo eerder. Want je ziet er ook ik... helemaal niet 45, Oké, okay, dank u. Dat's, alsjeblieft, <laughs> dat is een welgemeend compliment. Maar het is zo. Ja. Nee, het, het, de enige momenten waarop ik merk dat ik een generatie ouder ben dan mensen waar ik veel mee samenwerk, dat was ja, in de laatste periode bij Studio Brussel. Omdat er dan heel veel twintigers binnenkwamen. En die hebben gewoon compleet andere referenties. Andere. Ja. Um, ja. ja, uh, ja. Andere referentiepunten in hun leven. En dan voel je wel van. Of als je dan zegt van. Ah ja, ik heb Nirvana nog gezien in de vooruit. ja, ah, jij was nog niet geboren toen. Ja, ja. Dat is even slikken zo van. Oké, okay, ja. Maar uh, voor de rest, puur ja, qua hoe je in het leven staat of zo. voel ik mij eerder. 32 of zo? Ja, is <laughs> right, cool. Ik, eh, ik wou dat ik hetzelfde zelf de kans heb. Je hebt wel al twee kinderen die ook aan het opgroeien zijn. En dan voel je ook wel van. Oh, oké. Okay, Hoe ja, oud zijn die intussen al? 10 en 12. Dus oh, mijn zoon okay. die gaat naar de middelbare school in september. En dat is ja. wel even ja. een reality check. Ja. Ja, mijn dochter is 10 nu, ook die wordt 10. Ja. Die is 9, maar die wordt in juli 10. En dat is ook zo enorm snel gegaan voor een of andere reden. Is... Ja, vooral omdat ik denk, die eerste tien jaar, oef, dat gaat zo voorbij. En de volgende tien jaar, dan zijn ze twintig. Ja. Dat, is, ja. dat is niet oké. Okay. dan het, ga je 55. Ja, ja dan, daar denk ik dan nog niet dan aan. Begin het, ja, maar dan begint het, begin het te komen. De, dat ik denk, als jij, als op de Die zijn bij mij al volle bakken aanwezig. Als ik s morgens uit bed kruip, dan voel ik mij soms vijfennegentig. Ik denk dat, dat jij meer mijn... fysieke inspanningen doet dan ik. Dus. Oh, oh, dat is misschien veel gezegd, maar ik heb er vooral in het verleden heel veel gedaan die de mij nu parten spelen. Zo, ja. Wat dat je meestal doet als je zo hard gesport of getraind bent. Ik heb jarenlang gevechtsport gedaan. Ja. En ook niet altijd op de meest verantwoorde manier als je jonger bent. En dat freekt zich. En denk. dat ze zich wel als je wat ouder wordt. Ja. Maar uh, ja, dat is inderdaad bij mij... Ik, ik herinner me nog als, als de dag van gisteren mijn allereerste punker... Toen ik die zag als kind, en ik ah, weet ja, ja, nog ja. Dat, ik er, dat ik er helemaal niet goed van was, dat dat voor mij zo'n soort ervaring was, en ik wist helemaal niks van die muziek of zo, maar ik wist wel dat dat mij enorm aantrok. Dat soort dingen. Ja, bij mij was dat eigenlijk ja, ook zo. Dat is ja. net hetzelfde als, als de hoes. Mijn eerste twee platen, die ik ooit gekocht, heb, ik heb dat al vaker gezegd, Maar dat zijn. Uh, ik mocht er twee kiezen van mijn, van mijn papa. En ik heb die puur op de hoes gekozen omdat ik die hoes cool vond. En dat ja. was uh, Number of the Beast van Iron Maiden. En dat was uh, Destroyer van Kiss. Ja. En ik dus moest... wel meteen into metal? Nee, totaal nee. niet, want die ah, nee. muziek vond ik, okay. ik verschrikkelijk ja. toen ik dat hoorde. Ik dacht: Mij was dat, dat is lawaai en ik zet dat nooit meer op. En dan jou ja, later <laughs> natuurlijk wel ja. en, en ontdekte dat dat goed is. Maar dat heeft, dat heeft heel lang geduurd voordat uh, mijn liefde voor het, het imago van die muziek was er eigenlijk voordat mijn liefde voor die muziek er was. Ja, bij mij is dat een beetje samengekomen, denk ik. Ja. Ja. Ik weet wel nog dat ik ooit aan de Sint de debuutplaat van Guns N' Roses heb gevraagd. Mm -hmm. En dan bleek achteraf dat mijn opa die plaat is gaan bestellen in de winkel waar hij normaal klassieke muziek uh, kocht. <laughs> en uh, als kind stond ik er niet eens bij stil maar dat was nog de, de hoes die ze uiteindelijk uh, Robert ja, Williams ver, verboden ja. hebben of, of, of ja. niet meer gedistribueerd hebben ja. Uh, ja. ik heb die uh, nog ik, ik heb ook die ook. nog dus. ja. dat is een, een ja. coole ja, dat is zo die, die hele bekende ja, zo, wat is dat, een beetje de vader van wat ja. ze de lowbrow art noemden, wat die maakte, Robert Williams het is vooral de, de niet uh, onterechte suggerering van verkrachting waar, het, uh, waar het wel om gaat, denk ik <laughs> Maar uh, ja, dat blijft, Maar dat. ik was daar niet mee bezig eigenlijk. Mm -hmm. Met wat er dan precies op stond en over, waar, over wat dat ging. Dat, dat was gewoon fijne muziek. Ja. Maar. Ja, ik had, ik had vooral in het begin ik de, de hoezen. En bij mij is het meer, um, ik kom eigenlijk uh, meer uit de new wave. Maar dat kwam eigenlijk door mijn zus. Mijn zus en mijn overbuur. Mijn overbuurjongen was ook zo'n hele, die had zo'n hele rare muzieksmaak. Toen voor mij, want ik kende dat allemaal niet. En ik heb heel veel leren kennen door hem. En dat waren zo, ja, die luisterden nog heel veel van die, van die. Um, dat was eigenlijk een van de eerste mensen dat ik wist die bezig was met dingen als house en als. Acid en als ja. dat soort dingen. Hè? Ja. Ook zo de, de new, beat, new beat. New beat, ja. beat al Eén die dingen. 80, dus ja. daar was hij mee bezig. En hard rock. Hè? Die had zo, zo, ja. had zo AC, DC en dat soort dingen. Dus dat hoorde dat ik, ik dan ook allemaal bij hem thuis. Want ik had dan wel een plaat thuis liggen, maar die had ik dan nooit niet opgezet. Mm. En ineens had ik door, hey, dat vind ik precies toch niet zo slecht. Kan die eens uit de kas halen. En toen is dat zo beginnen groeien. En mijn zus was een gigantische fan van The Cure. En dan, ja, die lusten ook allemaal van die dingen, zo Bauhaus en dat soort dingen. Dat zat dingen. ook wel bij mij de, in ja. de vriendenkring, zo, die dingen. Ja. Um, de ja. Cure heb ik ook in de jaren tachtig al eens gezien. In de Hollywood Bowl. Ja, ik heb die, man, ik heb je die daar gezien? Holy shit. Ja, dat was, dat was uh, eigenlijk heel toevallig. Ik had een Amerikaanse vriendin in de middelbare school, waar, uh, dat was mijn beste vriendin, en die, haar ouders waren missionaris hier in Vlaanderen. En die gingen op een bepaald moment een jaar terug naar Amerika, ik denk om vooral ik ben niet zeker, maar missionaris denk om... in Vlaanderen. Ja, die waren eerst missionaris in Nederland en dan in Vlaanderen terechtgekomen. Dat Nederland, dat snap ik nog. Dat je die <laughs> mensen niet moet gewoon leren, dat begrijp ja, ik, maar hier. Ja, ja. <laughs> uh, maar ja, die deden eigenlijk sociaal werk, maar ja. onder een koepel mm -hmm. van een, uh, een religieuze organisatie. En die gingen een jaar terug naar Amerika en de kinderen moesten uiteraard mee. En in die zomer, dat zij daar dan nog was, na haar jaar uh, high school. Ja, wilde ik haar gaan bezoeken en ik kreeg de kans om dat te doen. En toen, uh, dat was 87, denk ik. Mm -hmm. En toen gingen we. Dat zij woonden in de buurt van LA, naar The ja. Cure in de Hollywood Bowl. En dat was heel grappig omdat. Echt, ik denk 80% van het publiek eruit zag als Robert, Robert Smith. Robert ja, dat haar allemaal. Alles, allemaal dat de haar. Make-up, alles. Ja, ja. Ja. Ik vond, ja, Ik heb ook zoveel van die op. Ik heb The Cure eigenlijk nooit gezien. Mijn zus is dat toen met die overbuurjongen van mij, Serge Ballot, gaan kijken. Het gaat over jou, maar dat weet hem zelf wel, denk ik. En die gingen, die gingen dan naar de Zenith in, in Parijs ja. en die dat gaan zien. En ik ja. weet nog dat dat zo'n heel ervaring voor haar was. En uh, ik, ben, ik ben eigenlijk, uh, ja, zo mondjesmaat daardoor naar allerlei dingen beginnen luisteren. Want ik luisterde altijd naar muziek. Ik was altijd aan het zingen. Ik vond het altijd super. Maar ik heb nog niet echt een muzieksmaak. Mm -hmm. Maar ik voelde wel heel hard dat wat de, wat de popmuziek was, dat dat het niet was. Ja. Zo, datgene waar heel veel van mijn vrienden naar luisterden. En dan ging ik zo mee. Die gingen dan naar discotheken en zo. En ik ging mm. daar mee naartoe. En ik stond daar ook altijd zo maar wat meten. En je hebt zo dat gevoel van: ja, ik weet niet waarom dat jullie deze allemaal fantastisch vinden. Maar... <laughs> en bij mij begon dat wel te veranderen met zo van die dingen. Dat mm. ik begon te voelen: van, oh ja, je doet muziek dat ergens anders over gaat. Ja. Dan over: uh, ik hou van jou en ik zie u graag. en when I see the lies in your eyes. Ja, en... en ook gewoon iets waar een beetje een hoek af is. Ja. Niet, niet, niet te glad, niet te. Ja. voorspelbaar en ook gewoon de dingen die je niet overal al hoorde, ja. dat dat er ook mee te maken had. Ja. Dat Je zo het gevoel had binnen je vriendenkring van dat is van ons, <laughs> zo, ja. dat is onze muziek. Ja, ik denk dat waar. dat ook wel ermee te maken had. Ja. Zeg, ja, zij opgegroeid in Brussel toch? Ja. Hoe ja. was, was het eigenlijk toen? Was er toen al zo een scene hier? Of, want ik, ik vraag me altijd af in de jaren tachtig. Waardoor er van die. Uh, want in de jaren negentig is zijn ik opgegroeid en dan mm. was, was er duidelijk een, een underground scene. Maar in de jaren tachtig, wat deden dan eigenlijk? Gingen dan nog kleiner dingen? Of was het. Want ik, waar ik eigenlijk naartoe wil is als ja. je dan naar de Hollywood Bowl komt. Ja, maar sowieso... dat was echt toeval, hè, omdat ik toen die reis heb gemaakt en dat had ik niet zelf gepland Dan ik nee, maar meegegaan, dat moet wel, indruk, indruk, wel indrukwekkend zijn dat was indrukwekkend, uh, uh, uh. want dat was echt een stadion en de en Cure speelde toen al op dat niveau, arenas mm -hmm, ja. en dat had ik nog niet gedaan, dus waar dat was eigenlijk denk ik de eerste keer dat ik op en eigenlijk is dat ook niet hetgene waar ik liefst naartoe ga, in tegendeel dat soort grote concerten nee, de dingen waar wij naartoe gingen, dat was vooral in de VK toch al uh, in Brussel. Hoe was dat um, toen? Want ik ben ooit een paar keer naar de VK geweest dus in de jaren negentig. En dat was ja. altijd op eigen risico. Dat was een ja, beurt, hè, man? Dat was een ja. beurt. Ja. Ja. Maar ja, de metro was wel vlakbij. En ja. je ging nooit alleen, je ging in groep. En dat ging eigenlijk wel. Uh, toch ook al in de AB. Uh, nieuwjaar werd daar heel vaak gevierd. Dat toen deden ze daar echt elk jaar een nieuwjaarsfeest met live muziek en een vijf. Uh, veel schoolvijven. Um, er zijn heel veel grote ja. scholen in het Brusselse. En uh, bijvoorbeeld... Um, oh weten die vijf weer al? de four, four, four Floor Party of zoiets. Dat was echt op, op vier niveaus met allemaal verschillende zalen. En dan had je een New Wave zaal en je had een meer uh, top 40 muziekzaal. En, en daar was ook wel wat live muziek. Paranoiax of The Skeps of zo, dat soort ja. groepen kwamen dan spelen. Uh, four Level Party heette dat. <laughs> en dat werd eigenlijk georganiseerd vanuit jeugdhuizen en scholen, dat soort dingen. Ja. En je ging dus wel ook naar de vuiven van andere scholen, ja. Dat was eigenlijk meer een circuit. En dat was dan in de AB dan? Nee, de ah. AB dat waren dan meer ja, echt okay. concerten. Maar zo, ja, als jij zegt van ik ging toch soms mee naar een discotheek. Wij gingen naar, naar Vuiven vooral. Ja. Um, ja, dat ben ik de Nao. Maar beginneen. ik heb bijvoorbeeld nooit in de Giro of zo gezeten. In dat soort dingen, dat was niet echt actief. Maar de jeugdhuizen waren wel actief. En uh, daar kon je toch wel zo de meer ja, kleinere dingen zien. Of uh, ook live muziek. Ja, ja want uh, ik kan me voorstellen zo de, als je in een groot stad als, als Brussel opgroeit. De We laag... gingen veel op café, ook. ja, maar ook wel qua, qua platenzaak, Dat moet toch ongelooflijk wisselen. Ja, tweedehandswinkels, ja. He. heel de anspachlaan. die er eigenlijk nu voor een deel nog zijn. Sommige zijn weg ja, en de veel minder zijn ook wel, ja veel minder. Absoluut veel minder. Ja. ja, dat weet ik nog. Want het is ook wij... nu niet meer nodig. hè. Ik bedoel, je nee. kan alles vinden online. Dat was ja. toen niet dus. Ja, ja en toen, en bootlegs. Dat is nog zoiets. Bootlegs vinden van dingen, van optreden, optredens, zorgen ja. van zegt. Oh, daar ja. was ik niet zo actief in. Ja, ik, en dat vind ik... ik zelf een verschil tussen ja, het is stom om te zeggen tussen mannen en vrouwen, maar zo echt het. De verzamelwoede die de jongens vaak hadden, die had ik niet echt. nee. Dus, uh, nee. Dat, is iets, ja, dat is iets, heel mannelijk ja. Je zit in zo'n kamer. Wat ja. <laughs> wat dat ook had was was dat je soms waren die ook van erbarmelijke kwaliteit. Hè, die ah ja, bootlegs, tuurlijk. Die ja, waren ja. soms echt verschrikkelijk, maar gekocht het dan weer omdat er zo'n foto op stond van ja. dan die ik nog nooit gezien had. Of een picture disc die ja. echt niet goed klonk, nee, ja, dat, maar dat er wel was, cool uitzag. Ja. Dat was ook mega vaak vroeger. Als je nu een picture disc koopt, eh, dan klinkt hij niet anders dan een ander plaat, maar in die tijd had dat soms ook dingen waar je van ja. denkt, ach alle, allemaal van die En platenbeurzen. Dat naar, heb ik eigenlijk naar, nooit naar ik gedaan. gedaan. Nee, ik nee, heb nee. dat gedaan. Ik vind dat te overweldigend. Dat is te veel. En nee. ja, dat heb ik. Eh. De bootleg van de Cure in '87 in de Hollywood -ball. Ah, voilà. Dat is wat dat jij waard. De Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me tour. All right, goede uh, plaat. Uh. Ja, dan, uh, ja, blijf. Ik, ik ben eigenlijk meer uh, later een fan van The Cure geworden. Zo, ik heb dat enorm veel gehoord toen ik jonger was. Ja. Omdat mijn zus daar helemaal fan van was. Maar ik ben, uh, ik ben pas later eigenlijk die we beginnen appreciëren. Zo. Zo met, met, met een aantal van die dingen. Zo andere dingen vond ik direct cooler, zoals Bauhaus. Maar mm -hmm. ik had het zo wat meer met dat Punky en dat, ja. dat Peter Murphy. 11 zijn... Rockets, het ja, dat? Ja, dat was. Uh, dat was al iets meer. Ja, dus, dat was al wat meer. Uh, Beats dat was. Erin, zo, ja, uh, en, maar ook wel tof, zo ja. I'm Alive en zo. Ja. Ik, vond wel, ik vond dat wel leuk. Ja. Maar ik ben, ik ben ook wel eigenlijk achteraf gezien ook een grote 80s muziek van. Puur omdat, dat, ja. dat, omdat uiteindelijk zelfs de muziek waar je tegen afzet in die tijd blijkt toch ook een soundtrack van. Jeugd. Ja, en... dat heb ik ook, want bijvoorbeeld ja. Duran Duran vond ik toen niet cool en achteraf, ja, veel van die nummers vind ik eigenlijk wel de max. Dus. Ja, en <laughs> wel, het is, het is dat. Dus, en ik, dat is ik waar... heb nog een heel aantal van die nummers, want ik, ik ben een, een, een enorme laadbloeier. Ik ben altijd laat ah. geweest met alles. Dus en ik heb, ik heb dat eigenlijk altijd gehad met dingen, ofwel was ik letterlijk tien jaar later dan iedereen anders, ofwel tien jaar vroeger. <laughs> dit zijn zo de, de van die dingen dat ik had. Waar, nog waar zit je nu? Ik geen idee waar ik zit. Maar ik bedoel, sommige dingen, gelijk Nine Inch Nails bijvoorbeeld, ja, dat ken ja. ik echt letterlijk van in het begin. Ja. Dus dat, nog, dat, dat ik tegen mensen moest zeggen: dat is K-goed, je moet dat eens horen. Hè. Van, van, vanaf hun eerste single eigenlijk tot, ah, ja. Ja. tot waar dat ze nu zijn. Terwijl dat er andere dingen, zoals de Ramones bijvoorbeeld, kenden K lang, omdat uw vrienden dat allemaal, uh -huh. hè, en je, je kent wel een aantal van die dingen. Maar dan denk ik pas zo, zo, zo toen ik dertig was of zo beginnen zeggen tegen mensen: Zeg, dat is eigenlijk wel goed, de Ramones. Dat die allemaal zoiets hadden van. Alex, dat vonden wij goed toen wij 15 waren. Wat is weer een probleem probleem? Dus ik, ik zeg het, ik ben, ik ben zo precies nooit helemaal. Zolang je geen Ramones-T-shirts in de HM koopt, is het goed. Ja, ik heb, uh, ik heb onlangs een, een Sex Pistol shirt in de PNC gekocht. I... Ja, ik moet het toegeven. Maar ik zag die aan en ik denk: Oh, dat is eigenlijk een mooie, ik kon die meepakken. Maar ik reserveer daar recht omdat ik een fan van de Sex Pistols ben en dat ook al had in de tijd. Ja. Dus dan denk ik, ja, fuck it. Maar om mij moet een vraag stellen over deze ja, ja. band. Zo. Want soms zijn die hm shirts niet zo lelijk. Ik moet dat gewoon toegeven. Nee, dat kan. Maar ik ga ervan uit dat er soms ook fouten in zitten. Nee. Dat heb ik tot hiertoe nog niet gezien. Ah, nee, okay. Ik heb daar nog nooit zo'n nee. motorhead of zo. Zo, zo, zo erg hè, is het tot hiertoe nog niet Wat ik, ik altijd vind daarmee is, hè. dat is. Je hebt daar een probleem mee, maar er is geen een, een band zelf die daar die dat niet toestemming heeft gegeven. En ik vind dat dat, is dat zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan toch niet? Op het maar niveau de van de image dat kan nee. toch niet? Tegelijkertijd moet niet zeggen dat de erfgenomen van de Ramons of wie dat er nog ja. leeft, ja. dat je zegt dat je dat niet wist. Die ja. verdienen er aan, En ik denk dat dat, dat is hetgeen dat het een beetje ja. dubbel maakt. Dat is waar. Ja. Dus voilà, daar zijn we dan met... Uh, okay, we je ja hier even gered, mijn... hè, man? Ja, man. man hey, ik, heb, ik heb mijn eigen een voet geschoten door dat toe te geven van de PNC, maar dat <laughs> maakt me geen hollet, man. Ik, uh, ik, ben, ik ben één met mezelf als het over zo'n ding is gegaan. Uh, Jij blijft wel bandshirts dragen? Soms. Minder, wel. Minder? Ah, ik ja. merk wel hoe ouder dat ik word, hoe, hoe meer uh, dat ik... Uh, dat ik gewoon puur gewoon voor zwarte, simpele ja, shirt. Nu heb ik ja. er wel een aan, ja, toevallig. Dat ja. is een Marilyn Manson shirt. Dat heel erg lijkt op een Nine Inch Nails ja, shirt. Ja, ja. Dus uh, veel mensen direct... Ah, Nine Inch Nails. Nee, M, mm, M. Ja. 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 Ik heb hem ooit geïnterviewd. Ja, um, ik weet het. En, hoe was dat? Ja, dat was... Um... Dat was in een televisiesetting en dat maakt het wel altijd anders. Ik vind als ik radiointerviews doe, dan zit je zoals wij nu toch relatief dicht bij elkaar en ja. dan is er niet te veel poespas rond. Maar dat was toen in een setting van MTV Duitsland en daar kwamen dan verschillende journalisten naartoe mm. in een kerk in uh, Keulen. Ja, en die zat dan helemaal opgemaakt op een soort troon in die kerk <laughs> en dan mocht je <laughs> op audiëntie komen, zo Fantastisch. leek het wel. En ik was relatief jong nog en ik had nog niet zo heel veel ervaring met dat soort grote namen en ja dan is dat wel een beetje intimiderend en je stelt braaf je vragen en hij antwoorden ook professioneel maar of ik nu kan zeggen of dat echt goed was of niet ja, ja ik had genoeg materiaal om mee terug te komen en 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 ça va. maar het is niet dat ik zoiets had van ja yeah, we hadden een klik of zo <laughs> totaal had je dat, niet. dat ooit gehad de interviews gehad met mensen worden van ja want... veelal met artiesten die je dan meerdere keren uh... ja. Tegenkomt, vooral als je ze geïnterviewd hebt helemaal in het begin van hun carrière. Dan ja. merk je dat zij het ook nog weten. Ja. Um, heel stom om te zeggen, maar een groep als editors of zo, die toen hun eerste plaat uit hadden, dan was Studio Brussel ook de eerste zender in België die daar iets mee heeft gedaan. En dan maakt dat op hen ook nog indruk dat ze voor het eerst in België naar ja, de radio ja, gaan of, of, of in een ander land. Dus dan wel gemakkelijker. Maar tegelijkertijd blijft dat toch allemaal binnen de ja, het kader van het promopraatje, vaker. Ja, dat is wel Is dat ook bij. Want met duister had ik soms wel de indruk dat er wel bands waren die, bij ja. manier van spreken, Kerstmis bij u kwamen vieren. Ja, maar daar zaten wij in een segment groepen die uh, vaak de aandacht echt niet kregen die, die andere groepen wel krijgen, omdat ze niet op een groot label zitten of omdat ze geen, ja, geen goede radiopromo hebben. En daar legden wij ook heel vaak toch. Sneller zelf contacten. En dat is anders. Als je niet via het geëikte paadje gaat en als, je, als, als een groep gewoon blij is dat er ook maar één radio is die, da die daar iets mee doet, dan is dat wel anders. Ja, dat is wel zo. En met sommige van die artiesten, omdat je dan ja, een soort relatie opbouwt, omdat je ze jaar na jaar uh, ziet. Uh, krijg je toch een iets meer persoonlijke band. Maar zelfs daar is dat tot op beperkte hoogte. Ik kan niet zeggen dat er uh, artiesten zijn waar ik echt goede vrienden mee ben geworden. Maar waar je wel een goed, goed contact mee hebt. Ja. Ik heb dat eigenlijk ook nooit gehad. Ik heb er ook een paar maar dat is ook nooit mijn ambitie geweest. Ik, ik zit niet in die job om vrienden te worden met muzikanten. Mm. Nee. Ja, nee. Dat is bij mij. Ik, ik kreeg altijd zo van die mogelijkheden, vaak door Studio Brussel omwille van het. Uh... Het, het zwaarste lijst gegeven ja. en zo. En dan uh, heb ik zo Lars Ulrich twee keer geïnterviewd. En de ene keer had ik er wel een goed moment mee, omdat die, dat, dat ze mij ook introduceerden, niet als een interviewer, maar als een comedian dan dat van is. En hij begon ja. van van, oh, comedy, hè? zo, kende jij Sam Kinnison? Zeg, ja, hè, de, de grote fan van, coole gast, en ja, dat was een goede vriend van mij. Ja. En dan begon hij er allemaal verhalen over en te vertellen. En dan is hij blij dat hij eens over iets anders ja, kan praten. Ja, want ze was al, dat was, was toen met Stijn van de Voorden, en uh, Stijn Ocharme is er niet echt veel aan te pas gekomen, ja. want hij net zoiets van, ja. ja, ik ben niet geïnteresseerd in uw vragen over mijn plaat, want dat weet ik wel ja. intussen. Zo, dus dan, dan kreeg ik zo'n heel verhaal over dat hij op stap was met Sam Kinnison en dat ze met Motley Crew gingen feesten en dan hebben we wel zo'n klik. Voor het moment. Ja, ja, tuurlijk. Maar het is ook ja. niet natuurlijk, als ik hem dan jaren later nog eens interviewde, dat je zei: hé, zo de Sam guy. Ja, zo, hé, de guy. Die zien vijf miljard mensen. Ja, dat dus, uh, zo, ja. dus dat mocht ook allemaal niet ja. uit. En ik probeer dat ook niet, ik, dat, dat boeit mij eigenlijk ook niet enorm hard. Maar het is soms gewoon al eens grappig om, om zoiets in die, in die zo aura te zitten. Mm. Om zoiets door te hebben van wat voor iemand dat, dat is als ja. die je die voor u zit. Is dat iets dat mist nu dat je niet meer. Uh... Bij Radio 1 is het iets minder uh, muziek. Allee, het zat een keer ja, qua interviews. Uh, ja, maar pff, eigenlijk komen er toch nog af en toe uh, artiesten langs. Uh, dus iets minder, dat is waar. Maar eigenlijk bij Studio Brussel was het zo dat ik daar ook heel lang de namiddag heb gedaan. Daar zaten nooit interviews in. Dus dat was echt alleen voor duister dat we dat nog deden. En de festivals. Um, ik dacht dat ik daar meer ging missen dan dat ik het nu mis. Um, als ik het dan echt heb over festivals. Ik vind het eigenlijk nu super fijn. Dat ik gewoon kan zeggen van oké, okay, werkt er vier dagen? Wat is zo de dag die mij het meeste aanspreekt? Oké, okay, daar ga ik nu naartoe. En ik ga daar gewoon volop van genieten. En ik zie echt concerten. En ik, ik ben niet gewoon vluchtig van het een naar het ander aan het lopen. Um, nochtans, ik deed die uitzendingen super graag. Dat was uh, de leukste manier van radio maken, omdat er altijd. Ja, onverwachte dingen gebeuren en in het moment. En je bent echt verslaggever, en jij bent erbij voor de mensen die er niet bij kunnen zijn en zo. Dat is wel een fantastische rol die je kan spelen dat wel. Ja. Maar ik heb dat lang gedaan en ik heb dat altijd graag gedaan. Moesten ze mij opnieuw vragen, zou ik het terug doen. Ja. Maar ik kan er nu ook enorm van genieten om gewoon echt voor plezier met vrienden naar een festival te gaan. Want ik was wel nooit beschikbaar voor. Anderen die er dan misschien ook waren. Ja, dan zat dat natuurlijk altijd, je job te doen ja. daar. Dat, dat vond ik zelf ook altijd, als ik... Als ik, uh, ik heb zo een paar keer iets moeten doen, gelijk voor Graspop of voor Pukkelpop. Zo van, ja, op de wei lopen en met mensen babbelen en met dit en met dat. Ja. En dan nog een interview hier en een interview daar. En, het, en ik vond dat ja, eigenlijk... aan het einde van de dag heb je niks gezien. Ik vond gezien. dat niet leuk. Ik <laughs> vond dat echt niet leuk. Ik had, ja. had nou aan een tijd, zei ik daar ook gewoon altijd nee op. Ja. Omdat ik zei, nee, ik wil eigenlijk gewoon gaan kijken. Ja. Zo, want ik blijf in de eerste plaats ook een muziekfan. En mm -hmm. ik, ik wil niet alleen maar zo. Ja, dan hang ik daar in de backstage. Dat boeit ja. mij eigenlijk totaal niet. Zo, dus het, 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 dat, dat vind ik wel leuk om uh, het, het terug gewoon fan te zijn. Ja, gewoon ik zeggen: pak het, laat, laat dat allemaal. Ik heb en dat niet nodig. Wat dat bij nu wel kunnen doen bij Radio 1: draaien we toch een aantal artiesten die op Studio Brussel niet aan bod komen. Zoals? Wel, de laatste tijd en dat was opvallend de afgelopen twee jaar heel veel vrouwelijke artiesten. Saint Vincent is bijvoorbeeld bij mij langs geweest, um, Natalie Press onlangs nog, uh, Tune-Yards. Um, ik vind dat allemaal hele interessante, toffe, goede artiesten. I have no idea of whom you was speaking. <laughs> allemaal hele coole vrouwen ja. en uh, die ook op hun manier echt wel alternatief zijn, vind ik. Ja. Uh, maar wel toegankelijke muziek maken, maar niet de muziek die ja, echt commercieel is. En op Stubru zijn ze daar minder in geïnteresseerd, omdat ze misschien, ik weet het niet, oftewel niet jong genoeg zijn, oftewel niet, ja, niet, niet beantwoorden aan de sound die zij nu veel willen draaien. Is dat en een die reden? kunnen wij dan wel doen. Is, dus dat dat een, is, wel tof. is er een reden waarom <laughs> dat je daar zit op? Is dat, is dat, want je, je, je liet al een beetje voelen van hey, ik had. Ik, ik begon mij er wat oud te voelen. Zo. Allee, of ik zat... ben wel weggegaan op een moment dat ik mij daar zelf nog goed voelde, maar dat ik wel wist dat het moment er zat aan te komen, ja. Ja, dat er misschien iets moest bougeren. Maar ze hebben mij gevraagd. Dus hmm. uh, ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk de keuze niet heb moeten forceren, dus ze hebben mij gevraagd om naar Radio 1 te komen. Uh, Onder dwang ook wel, moet ik zeggen. <laughs> het moeilijkste wow. of het lastigste was dat, dat ik moest snel een antwoord geven. Maar ze zeiden er ook wel duidelijk bij en ik besefte dat ook wel: van, kijk, je hoeft niet nu naar Radio 1 te gaan. Maar de kans dat je op Studio Brussel nog tien jaar meegaat, is veel kleiner dan dat je op Radio 1 nog tien jaar zal meegaan. Ja, natuurlijk. Komt dat aan, dan dan? Um, het lastigste was uh, het feit dat we met Duister dan op zondagavond nog altijd een heel trouw en, en, en ja, fijn publiek hadden. Dat ik ook niet het gevoel had dat dat, dat dat op was. Maar dat we daar ook mee moesten stoppen. En ik heb geprobeerd nog om het programma mee te nemen naar Radio 1. En bij Studio Brussel stonden ze daar open voor. Jan van Biesen zei van kijk. Ah, het heeft jouw naam ook en het heeft altijd op Studio Brussel bestaan, maar why not? Voor mijn part kan je dat ook op Radio mm -hmm. 1 gaan doen. Maar je zit echt in een andere context, namelijk heel veel sportavonds. En moeilijk om dan een ja, vast moment te garanderen in de week. En die zondagavond, dat klopt dan ook wel echt. En zondagavond op Radio 1 is echt een sportavond. Nou. En daarop is het eigenlijk dan fout gelopen. Ja. Want ik vind dat wel, ik, uiteraard weet u dat beter. Maar ik luister wel veel. Je mag je zeggen, hè. Ja. Mm -hmm. ah. A. Ja. Weet je, ga je dat beter? Ah. Um, ja, dat, maar dat is omdat jij zo mooi praat. Ja, dat ja, wij ja, ja, zo ineens ja. het gevoel <laughs> hebben van, we moeten hier wat op onze taal gaan letten. Of het gaat nog harder opvallen hoe plat dat ik eigenlijk spreek. We zetten <laughs> er wel een filter op. De, um, de AN-filter. Uh, nee, maar ik nog zeggen. Ah ja, wel. Als je nu s'avonds Radio 1 hoort... Oh, is dat... Hoe oh, je dat meer? Corneel? Corneel, ja, ja, ja. Dat is... Dat zou, dat zou jij toch kunnen doen. En ah, niet zeker. dat je dit doet, dat jij die mensen ja, doet. Ja, ja, nee. Maar en... ik wil zeggen, omdat je zegt van ja dat zou nu niet passen. Dan ja. denk ik, daar hoor ik ook dingen die misschien zelfs in Duitsers gezeten ja, 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 hadden ja, of zo. Ja, nee, zeker, dat is ook zo. En dat zou ik, ja, nee, dat zou ik met plezier ook doen, zo'n programma. Um, maar als ze u vragen voor de namiddag, dan zit toch een blok ja, met ja. veel meer bereik. Ja. Dan, ja. Mm -hmm. Niet dat ik per se zoveel meer luisteraars wil. Plus, ik heb een gezin. Ik heb nu een 9-to-5-job en ik kan s'avonds naar huis. En Corneel die zit elke avond wel echt live tot 11 nou, die, uur op uitzending. Je kan hier niet komen zitten. Ja, ja, op de dagen dat voetbal is wel. <laughs> Dan wel. Maar uh, nee, dat is denk ik... Uh, Moesten ze zeggen, van zou je nog een ander programma willen doen op Radio 1? Dan zou het dat zijn. Het is wel echt. Dat was wel voor mij een voorwaarde. Ik wil nog altijd wel een muziekprogramma maken. En binnen de hele dagprogrammatie ben ik wel de enige die echt. Als focus, muziek heeft als mijn hoofdingrediënt en alle andere programma's over het dag op Radio in gaan over actualiteit of human interest of uh, ja. debat. Of dat is hetgeen van. dat ik toch het gevoel heb met heel veel radio tegenwoordig. Ik heb dat zelfs ook met Studio Brussel, dat ik heel erg voel van, van het, uh, het, het muziekgedeelte, begint toch uh, minder en minder een rol te spelen op, op, op een bepaald vlak. Zeker ja. als je naar ochtendradio uh -huh. luistert, dan is dat eigenlijk een enorme hoop oeverloos gelul op heel veel. Ja programma's, zo van, uh, ja zeg, nou het schijnt zijn er files, ja we hebben uh, iemand aan de lijn die al eens voorbij een flitspaal gereden is zeg, hoe is dat met u? En dan, en dan zo vijftien jingles en dan komen we wel weer terug en u luistert naar Studio Brussel ja zeg, en, en dan denk ik maar dat is, speelt ja, nou gewoon eens ziet zo shut up. Dat is pff, bij M&M ook, ja, ook zo, dat is bij en dat, dat is... zijn zenders die heel sterk geformateerd zijn, ja. uh, dat is ook een deel van hun succes, toch Sowieso. Maar, maar er ik... is hier wel geen graze zone meer, want bij Radio 1 is dan weer... Ja, als je geen doctoraat in uh, politieke <laughs> wetenschappen <laughs> hebt, dan moet je af en toe wel Google erbij halen. Dat zou niet de bedoeling mogen nee, zijn. Nee, nee, dat is <laughs> er, Maar ja. je weet wat ik toe wil. Er is soms zo... Wat ander wil zeggen, er is zo geen... geen ja, zoiets... Ja, dus, in de ochtend <laughs> op Radio 1 hoor je ook gewoon alle politici die ja. daar hun ei moeten komen leggen. Dat is ja. waar. Ja, ja, en ik heb daar ook niet altijd op dat moment een boodschap aan als ik net wakker ben. Um, nee, dat is waar. En dan heb je... Internet. Dankzij. Ja, en dat is waar het allemaal ik ben iemand naartoe die gaat natuurlijk. Heel veel, ja, ja, of, of, of wel ja. Uh, openbare zenders, maar uh, ik luister bijvoorbeeld heel veel naar BBC Six Music. Ja. Dat gaat tegenwoordig via het Sonos-bakje. Ja. Kan je dat allemaal gewoon s morgens in de keuken luisteren zonder uh, dat je... Ik weet niet, kabels moet trekken of zo. Dus, uh, ja. ja, een schotel antennes moet ja. gaan zetten en god ja. weet wat. Ja, die tijden zijn gelukkig voorbij. <laughs> hè. Het begint allemaal makkelijker te worden. Maar er zijn, er zijn wel dingen dat ik, dat ik soms een, een klein beetje... Ja, misschien is dat ook al gewoon omdat ik ouder aan het worden ben. Want ik voel dat zelf ook wel. Van, zo, ik wil niet die vervelende nauwe vindt worden. Dat is daarom dat ik... Hè, ik had zo'n tijdje geleden nog eens besloten van... Kom, ik kon iets wat nieuwe hiphop hip hop kopen en ik kon eens wat dingen opzetten in, mm. in de noto die zo wat je dan was, hè, dan? Maar ik had zo wat dingen gaan halen. Wat was dat zo, um, zo? Run the Jewels en, mm -hmm. en uh, dingen als uh, ja, Kendrick Lamar en zo. Wat, wat, wat je wel? Ja. King Kunta van Kind, maar je Kind eigenlijk niks anders? Mm -hmm. Terwijl dat je wel zo wat hoort rondgaan van dat die gast cool is. En, en ik ben eigenlijk wel een oldschool hip-hop fan. Maar ja. Dus uh, dat zijn allemaal zo'n die dingen waar je denkt, maar je wilt niet die een oldschool gast worden. Die zo alleen maar bezig is over. Ja, in de jaren tachtig en de jaren negentig. <laughs> zo ja, ja na, na weet ik veel hè, veel, na, na Cypress Hill was er niks meer goed of zo. Ja. Dat ik denk, hè, zo, vooral omdat dan, als je dan vaker van die dingen. Luistert, dan zijn, net zoals bij de jaren 80, de stempel van het decennium plakt er eigenlijk al bijna op. Hè. Mm. Zo, en het is wel, er wordt, er wordt nog altijd heel veel interessante muziek gemaakt, maar het is nu zo'n enorm aanbod dat je het gevoel ja. hebt dat je veel meer begint te missen. Ik denk van als ik dat niet echt op de voet volg en probeer van mij mee alles meten, maar gevoel dat je er ook geen tijd meer voor mm. hebt, of je doet dat ook veel minder. Toen ik, toen ik een tiener was en een twintiger had ik echt niks anders te doen, heb ik het gevoel. Dan alleen maar bezig te zijn met dat wat dan belangrijkste is. Dat is bij mij wel gebeurt. het voordeel dat ik dat gewoon, dat dat bij mijn werk is. Ja, dat is uw job, hè? Ja. <laughs> dus dat is wel, ja, wat dat betreft, nog altijd de droomjob. Dat ik gewoon s'morgens muziek begin te luisteren en van het een naar het ander en de playlists heb je en dan kijk je van wat, 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 wat bozeert er allemaal nog? wat komt er nog nieuw binnen? wat wil ik er nog insteken? wanneer? Uh, dus ja en je moet wel focussen in functie van een uitzending. dat helpt wel, want anders is het ja. inderdaad te veel het aanbod. maar ik heb wel echt de luxe dat ja. ik een hele dag van alles kan checken. Dat is wel cool, ja. ja. ja bij, mij, bij mij wordt dat. Wordt dat en veel met krijg, de... daar moet ik er ook bij zeggen. Dat is ook wel cool. Mijn mailbox stroomt ja. tegenwoordig gewoon vol met digitale links hm. naar nieuwe platen, waarvan er heel veel nog niet aangeklikt zijn, omdat het te veel is, dat wel. Ja. Nou. Want jij ze begonnen bij Metallopolis. Jij ja. pre presenteerde eigenlijk een metal programma. Ja. En had jij iets met dat genre, of was dat iets dat je denkt. Fuck it, toen... zolang dat ik daar maar al werk en ik zie wel ja, waar het toe gaat. Ik ben waartoe... begonnen eigenlijk op de redactie achter de schermen en zo af en toe wat nieuws lezen en dingen aanreiken aan de presentatoren die, die dan bezig waren. En dan zochten ze iemand anders voor Metalopolis en toen was het echt nog opgedeeld elke avond in een genre. Je had een soulprogramma, een techno-programma en een metalprogramma. En toen dacht ik wel, goh, van al die genres. Ik had zo heel de grunge heel actief meegemaakt. Hmm. Uh, was ook wel wat mee met wat Metal dingen. Niet die Hard, maar dat voelde niet Alien aan. Nee. En dan dacht ik van ja, waarom niet? En als je dan gewoon elke week aardschok begint te lezen en Metalhammer, en dan gaat het heel snel. Dan ja. Zit je daar snel in. Dat en is. Ik heb dat wel ook altijd een heel sympathiek genre gevonden, ja. op een of andere manier. Dus. Uh... Maar ik leg nu nog zelden of nooit echt een metalplaat op. Nee. Ja. Nee. ja, dat is. Um, de... Meestal ik, ik voel dat bij mezelf ook de laatste jaren dat ik dat minder en minder doe. Allee, ik, blijf, ik blijf... Maar en, jij uh, maakt wel nog gewoon. Ik maak het wel, maar en ik ben ook nog altijd een, een, een fan of zo. Maar ik ben ook dit jaar gestopt met de zwaarste lijst. Hè. De, ja. Het was tien jaar en ik heb toen gezegd: van, Het is, het is Je goed. Je hebt het nu geweest. nog gedaan, hè? Wat was, de laatste, Deze, ja, het was ja. de laatste keer? Ja, het was de laatste keer. Ik vond dat mooi. Tien was mooi ja. rond. Ik heb dat ja. tien jaar lang gedaan. Ik had gewoon het gevoel dat die lijst, um, ja, dat ik hem wel gezien had na tien jaar. Dat is wel het probleem met al dat soort lijsten. Ja, dat, dat, is heb altijd dat heb je ook ja. met de tijdlozen, dat heb uh, je ja, ook met, ja, nee, dan, dat soort lijsten die elk jaar terugkomen, dat stagneert enorm. Mm -hmm. En ondanks de pogingen die je soms doet als zender om daar eens wat vers bloed in te krijgen, mensen stemmen super conservatief. Ja, ik had ook, ik had ook een gevoel, ik had zelfs een voorstel gedaan uh, van, van, het zijn 66 nummers, dus ik had gewoon gezegd, doe gewoon 60 en doe de zes van Agnew. Ja. En dan steek ik er altijd één in dat ik zeg dat is er een van mij, ja. maar dan was dat met dat systeem, ja, maar dan gaat dat niet, want op welk punt staat je dan? En gaat er dan een en het goede dat is hun gekozen mm hebben? -hmm. En ik zo, ja, want dat is altijd hetzelfde. Hè. Ik heb kunnen, dat gevoel ook soms dan dan kun In plaats van, van zeven uh... Iron Maidens, ja. er is zes spelen. Dat is ja. niet zo heel erg. Hè. Dus, ja. dus, dat was zo'n ding waar, waar ik heel hard mee gevrongen zat op de deur. Dat ik echt voelde van, jongen, er is een metal ook Nog wel, want dat is nou een genre waar ik nog wel redelijk mm -hmm. veel van weet. Hè. Allee, er zijn nog wel meerdere dingen, maar dat is wel iets waar ik echt naar luister. En zelfs een notie heb als ik het niet heb gehoord, maar het zit wel op uw radar. Je ja. weet wel van dat daar of dat hier, en net zoals met hardcore en dat soort dingen, omdat ik genoeg mensen ken die dat er ook naar luisteren en zo. En ik, ik voelde gewoon van ja, er is veel meer aan de hand en aan de hand van die lijst hoe de precies of de laatste twee decennia zijn niet gebeurd. En, en, ja, en ja. Bij, bij zoiets als de tijdlozen is dat nog erger. Hè? Ja, er, zijn, er is na de jaren tachtig niks meer gebeurd. Negen van de tien. Ja, ja. ja, ja. Dus nee. dat zijn zo van die dingen waar ik. Waar ik um, ja, ik kon er niet veel vrede, ik kon mm -hmm. er niet veel voldoening meer uithalen. Ja, ja, snap, ik had dat vooral. Ik vond het nog altijd leuk, hè, want als je er dan zit en je zit het aan het doen. En je ziet die... het toffe is dat dat wel momenten zijn, zeker als je radio maakt, dat je voelt van er is een publiek aan het luisteren ja. en er is interactie en het leeft op dat moment. En om een of andere reden zijn ze toch nog altijd benieuwd wat er op één zal staan. Ook al is dat elk jaar dezelfde plaats. Al is ze uh, van de tien jaar acht keer Master of Puppets geweest, ze zal toch iedereen denken... Dus dat zijn wel fijne radiomomenten. Dat ja, wel zo, dat, wat dat betreft is een lijst wel heel dankbaar, maar om die. Ja op een of andere manier is het heel moeilijk om daar beweging in te krijgen. Ja. Spijtig. En dat vond ik heel vermoeiend op ja. den duur. Omdat ik, uh, ik, ik, ik herinner mij nog de eerste paar jaar dat ik het deed, dan keek ik zelf uit naar. Oh, ik ben benieuwd wat de lijst is. Ik denk dat de laatste drie jaar dat ik die zelfs ja, van, niet gelezen oh. had. Dat dat bij mij zo was van: ja, ik zie het wel wanneer ik daar ben. De top 10 kan ik ja. al opschrijven uit mijn kop ja. als je wilt. En er zal ook nooit iets aan veranderen. Nee, en of dan een nummer op twee of op drie staat. Ja, who ja cares? er is een shift geweest in de top drie, was het deze. Ja, en ja. ik moest dat zo aankondigen alsof het mij nog interesseerde. En al eh, vijf keer naar doorverwijzen verwijzen van... Oeh. Ja, ja. Oeh, wat gaat er gebeuren? <ijchotst> maar uiteindelijk... Ja, ik ben dan ook natuurlijk een comedian. Dus ik, ik neem dat ook niet zo serieus. Waardoor ja. mensen ook al direct beginnen te voelen van... Ja, die is ons hier al... <sindelijk> Zo, dus dan begon ik mij, mij te amuseren. Meestal in het begin was dat ook tot 12 uur s'nachts, want dat is dan ja. zo de laatste jaren veranderd naar de middag. Hè, ja. Ja, omdat dat, ik denk dat ze tegen het einde ook minder luisteraars dat zo, hadden. Dat je ja, echt ja. voelt dat dat afneemt hoe ja, later dat dat ja. wordt. En uh, voor mij werd dat dan, um, werd dat dan ook zo'n ding om gewoon bandnamen fout uit te spreken. <laughs> He, zo, syndrome of a down. En zo. Kijk, veel reacties krijgen van het is wel system of a down. Dat ik denk syndrome of a down, come on mannetjes. En zo, dat soort dingen. He, zo, ik, ik begon mij op die manier te amuseren, omdat ja. ik dacht van ja, het, 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 de lijst zelf doet er eigenlijk bijna niet toe. Maar wat wel ja. ik heel leuk vond was de interactie met de mensen die dingen sturen. Ja, ja dat is dat ook ik zo. Dat ik echt kon zeggen jeugdhuis de lochtink... Ja. Als ik nu vijf keer Metallica zeg, moet je eh, in zijn het vijf, ja. vijf fouten of zo. Ja, ja, ja. En je doet dat dan en je weet dat op dat moment ergens in dat jeugdhuis iedereen het zijn dak gaat en ja. dat die heel de avond. Dat vond ik uh, en dat is het enige dat ik daaraan mis of ja. zou missen. Ja, ja, ja. Dat is dat. Maar het programma zelf, de lijst zelf, dat interesseerde mij ja. echt niet meer. Ja. Dat voelde. Ik kon dat ook niet meer met een meer enthousiasme doen, ja. waar ik het, wat dat wel verdient, vind ik. Waar dat... En op zich een... is het ook raar dat binnen radio, dat we altijd denken dat de lijsten moeten gestemd worden door de luisteraars. Terwijl als je bijvoorbeeld blogs leest of muziekmagazines, ja, daar is, wordt altijd alles bepaald door de recensent. Mm -hmm. Zij ja. zeggen van, dit vinden wij de beste platen van de afgelopen zes maanden of van het afgelopen jaar of van dat genre. Of, en dat wil je ook weten en... Uh, vroeger was dat in oordenlijstjes uh, ja. checken en, en, en dan Om later op, op, ja, ja, op andere plekken. Is en dat, als, dat... als luisteraar toen, dan was ik nog niet actief radio aan het maken, wou ik dat ook weten. Wat vinden zij? En, en, en... Ja. en de jaarlijsten in de humo en zo, ja. zo, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel dingen die je. Die dat ik ook altijd wel wou weten. Oh. Er haal ik veel dingen uit. Hè, want, ja. um... En dan weet je ook van: ah, tja, ik heb precies toch ergens een plaat gemist die misschien ja. de moeite waard is en die ga ik dan ook eens. Ja, zo heb ik, dat, ja. heb ik ooit eens schat met dingen. Met, dat weet ik nog met die eerste plaat van The Strokes. Die heb ik eigenlijk gewoon beluisterd ja. uh, door, een, door een recensie in de Numo. Ja. Waar die gast was daar zo lyrisch over en, en, en ook, ja, dat was zo even. Dat is zo'n shift meegebracht, van een hele noob bands die dat ja, dan zo... Ja, dat was toen echt zo begin jaren 2000. Ja. The Strokes, White Stripes. Ja, dan zo had je nog een heleboel The Bandjes. De ja, <laughs> Vines the the niet allemaal. Ja, en de Hives. En al, die, al ja. die, ja, zo die, ja. die zo teruggrepen naar zo'n soort 70s, rock'n'roll-achtig, ja, ja. Stooges-achtig. Rammelende <laughs> ja. gitaren ja. en ja. zo van die rare lo-fi-productie. Mm. Dat dan helemaal wegging van uh, de, ja, de eind jaren 90 wat waar het allemaal oh. huge. Producties ja. waren. Ja, ja, hè? Ja. Want dat, we, dat klonk beetje allemaal. Check to basics. En de... ja. Jack is de enige dat blijven leven is. Ja, ja een beetje wel, hè? Jack White. White. Stripes. Ja. Ja. ja, maar die maakt nog altijd coole dingen, vind ik wel. Ik, ik vind uh... dat ook, want op die laatste plaat, die denk ik nog niet zo goed verkocht heeft, mm. doet hij echt zelfs zo van die Zappajaanse ja, en. Ja, tof. Ik vind ja. dat echt ik vond een goede ja. plaat. Ik heb ja. dat ook, uh, want ik, ik blijf die wel volgen. Ik vind hem een ja, fascinerende gast ook. Maar, um, ja. Ik ben ook een beetje jaloers op. Wat hij al allemaal heeft. Ja, <laughs> Ook zijn uh, ja, liefde voor vinyl, maar die heeft daar echt iets mee gedaan. Ja. Die heeft echt een fabriek gebouwd waar je de meest zotte dingen. Uh, kan laten persen en maken en vormgeving en dat vind ik ook wel... Ja, ik heb hier uh, die, die Lazaretto-plaat waar dat er zo van alles mee te doen ja, zo is. Ja, zo'n hologrammetje Ja, en die uh, begint zo half akoestisch, of je kunt die elektrisch laten ja, afhankelijk beginnen. afhankelijk van waar de naald zit. En ook in het midden, zo, in ja, midden ja. kun je zo... Als je daar de naald zet, dan speelt die van naar voren nog een nummer ah, en ja, zo. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat was... Dat is spielerij, maar het feit dat dat kan en dat hij daarmee experimenteert en ja. zo, dat vind ik wel de max. Het ja, doet ja. mij ook denken aan dat stuk, je, ik weet, je, je, je zult je zeker gezien hebben, die een documentaire It Might Get Loud, had je nooit gezien? En dat zijn zo drie gitaristen, dat is Jimmy Page, ja, ja, uh, The jawel. Edge ja, en dan ja, en, Jack, uh, Jack White. White ja. En dat hij zo, het houdt zo'n ja, een gitaar in een aan het is, en dat hij dan gitaar. zo, ja, brrr, ja, die, die ja, sluit hij ja. zo aan en dan zegt hij zo, who needs a guitar? Ja. Zo. En dan heb je wel zoiets van, ja, dat is wel grappig dat dat, ja, soms... Die, die neigt ook enorm naar het art artwankerige, maar tegelijkertijd blijf ik wel die is een rock roll nog ja, cool vinden. Dat is waar. Zo, omdat ik, 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 ik denk ook altijd: als je zaagt over zo'n gasten, dat is nog echt een figuur. Ja. Dat is iemand waar je echt van zegt, ja, dat, dat, die, die heeft ook nog dat, dat iconisch. In hem. Dat ik, dat ik eigenlijk vaak mis, mis nu met ja. mensen, omdat dat enorm vluchtig allemaal is. Je ja, 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 gevoeld, gevoeld ja. geen. geen uh, en, en ik denk niet dat dat alleen maar ligt aan het feit dat je ouder wordt. Zo, ik heb toch een gevoel van er zijn zo minder blijvers, omdat mm -hmm. het niet de kans krijgt om het te doen. Niet omdat ja. dat de mensen minder, minder getalenteerd zijn of zo, maar meer omdat je omdat het allemaal zo, één oor in en ander oor uit, zo die, 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 ja. dat, dat verdwijnen van de waarde van muziek. Ja. Mensen betalen er niet meer voor, dus ze vinden het ook niks meer waard. Dat voel, dat voel ik toch. Nee, maar muziekbeleving is wel heel aanwezig. Hè. Ik heb wel het gevoel dat er is een overload is, dat is mm -hmm. waar. Maar er is niet minder interesse. Maar het is wel moeilijker om inderdaad eruit te schieten en. en ja. Een soort carrière te maken. En, ja, interesse, en... maar, maar interesse op, een, op een heel hard pop-up store-achtige manier. Ja, zo'n zo <laughs> soort short attention span. Ja, dat is zo. zo. Waar. Ze zijn er wel mee bezig, maar ja. als, je niet, dat, als je niet om de twee seconden van danske verandert, dan hebben ze je gezien. Dat is een beetje... Een... Ja, en door Spotify bijvoorbeeld ook, of ja, ik noem nu Spotify, maar door, door, door daggegeven, mm -hmm. uh, artiesten werken daar ook naar, hè. Dat is ja. inderdaad, je ja, aandacht meteen in een nummer. Ge, ja, een intro van ja. twee minuten. Ja. Je hebt nog, je hebt nog van die wel... artiesten, maar die doen het niet goed op Spotify. Nee, ik vind <laughs> dat wel jammer, want ik, ik, ik mis wel een soort. Um, ik, ik vind net er weinig. Sommige mensen zeggen ja, het is minder eh, minder afhankelijk van platenfirma's, zoals vroeger, dat je zo moest proberen op een, op een platenfirma te geraken of dat soort dingen. En, en dat kan ik mij ook allemaal wel voorstellen dat hij. En toch helpt dat ook. Ja, zeker, tuurlijk. Ik vind de, de selectie die interessante labels maken, mm -hmm. de keuzes die zij maken door bepaalde artiesten naar zich toe te trekken, voor mij is dat vaak toch nog een, een kwaliteitsstempel. Dat ik weet van dat label, ik vind daar het gros van de muzikanten interessant op. Dan is de kans ook wel groot dat als ze iemand nieuw binnenhalen. Dat dat ook misschien wel mijn ding is. Dus voor mij helpt dat wel nog altijd. Ja. Terwijl iemand die gewoon uit het niets iets online zet. Ja, begin maar. Hè. Ja, want die tot tussen miljoenen anderen ja. die dat ook doen. Hè. Ja. Dus dat is hetgeen. Dat... Maar wat ik, uh, dat, dat was eigenlijk wat ik wat ik bedoelde, was, was minder het, het, het soort. Um, omdat je begint te werken met dingen als Spotify, omdat het allemaal zo instant moet zijn. Voelde wel dat er, dat er, dat er ook door. Um, vooral door mainstreamere acts minder wordt geëxperimenteerd. Mm. Ik vind mm. dat heel, want in in de underground doet dat er zo niet echt toe, want mm -hmm. die hebben dat altijd gedaan, ja. Dus dat zijn zo van die dingen waar ik van denk. Maar als ik soms luister naar zo van die dingen uit de jaren 70 en de jaren 80 dat ik denk holy fuck man, kun je dat voorstellen dat je daarmee aankomt ja. vandaag. Hey, ja, ja, dat zie je... De, Iets zelfs, zelfs iets, iets zo, zo toegankelijk als dat dat in de jaren zeventig was. Als ELO. Met van die waanzinnige orchestraties. En dat veel te veel en veel te lang. Ja. En dat soort dingen. Of het nummer dat, als een Englishman in New York. Van, van Godly Cream. Zo, zo, Daar zo, hou van. ik niet van. Ja, maar dat zijn zo van die zotte dingen. <laughs> zo, hoe dat de, ja, hoe dat in één zit, dat nummer. dat die. Dat zijn de dingen maar waar, waar ik het van. Het musical denk. gehalte dat daarin zit. <laughs> dat ja, ik, al top ik, af. ik snap wat je bedoelt. <laughs> maar maar. Ja, nee. nee, nee. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk wel een fan van, uh, van Fout Bombast Daar dat, dat ah, kan ik, ik ken wel van houden ja. Ja. Dat ja, kon In duister konden dat, <laughs> dat. Maar ik heb dat ook wel zeg. Ik ben wel mee, maar dat is mee Wat ik vind met Muse bijvoorbeeld ja. Dat is ook zo'n band waar je Ik vind dat ook fantastisch Maar je hebt mensen die dat niet kunnen horen Omwille van dat bombast, ja. ja Zit jij een van die mensen? Ik zie net zo'n nieuwe kop <laughs> Ja, ik vind dat wat ik vaak heb. Ik kan mee. er wel echt op afhaken. Ja? ja? ja, ja. ja. Um, ook niet die beste dingen, want die net toch een paar Ik zeg niet dat ik Muse niet kan verdragen. Dat is in tegendeel. ik bedoel, ik heb die ook verschillende keren live gezien, et cetera. En, en, maar. Nou, nah. was story. Dan kies ik dan? toch, eer, ja, gewoon de, 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 de dramatiek. De, maar ik heb dat ook bijvoorbeeld met Florence en the Machine of zo. Ja. Ik denk van, ah. Oh, Zing gewoon. Maar dat is een dunne lijn, hè? Ja, ja, absoluut. Dat is een heel dunne lijn. Want om het terug te gaan, zo, in Duits. Ik bedoel, een, keer, ik, dat vind ik, ik, een zo. van mijn favoriete bands, in Alternative, ja. is The God Machine. Ja. vind ik fantastisch. Maar als je ziet, ik ben aan een aantal jaar geleden dan, moesten we ook op Pukkelpop spelen en was spelen. Want ik heb The God Machine, een van de eerste dingen die ik ooit gezien heb in 1993. Op oh, Puccupop, ik heb dat ook gezien. Ja, van vond dat ongelooflijk. En, en zeker die ja. en, uh, One Last Laugh in a Place of Dying, is ja. fantastisch. Maar waarom dat ik dat dan want ik vond dat wel interessant wat je al net zei over muse. Als ik Advocaat van een Duivel speel en ga jaren later naar uh, Sofia zien. en ik heb dat toen ook nog eens ook op Pukkelpop gezien. samen met uh, mijn met met kameraad. en ik, ik vond toen zelfs als fan dacht ik. man, als je dit niet graag hoort, dit is een dunne lijn. Want ik bedoel, dat is zoveel pathos. dat is zo ja. dramatisch. Het is een geweldige zanger, hè? ik bedoel, uh, ik ben fan. Hè? Ja. Maar. Ik kan wel zeggen, als je echt een goede een, een, een discussieerder bent, ja. en je wil het puur wetenschappelijk doen, dan kun je volgens mij winnen dat je evenerig is dan Muse. <lacht> <lacht> en dat wil ik ja, Uiteindelijk, met... <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk hé, is, is op zijn eigen manier Tom Waits en Nick Cave zijn die ook evenerig als die van Muse. Die doen dat gewoon op een andere manier. Ja, maar... Nee, die doen dat Ik op... denk wat dat uh, bijvoorbeeld... Als we het dan over Muse hebben, het... Ja. het, het, het... Ja, de, de soleermomenten en er echt overgaan, dat zit bij Nick bijvoorbeeld toch veel minder in. Nee, dat is waar, maar ik ga even uh, um, Freddie Mercury citeren. Everything Alleluia. worth doing is worth overdoing. <laughs> en er zijn... Ja, je zit er een fan van van. Ik ben bijvoorbeeld met Queen opgegroeid, want ja. dat was bij ons thuis, dan uh, stond dat in de platenkast. En Elton John en zo, eigenlijk wel zo King Crimson, eigenlijk zo ja. wel theaterale dingen. Ja. Um, en ik kan daar veel dingen van appreciëren. Ik zie daar het vakmanschap van in, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld bij Queen, Bohemian Rhapsody. De enige reden waarom ik, da dat ik daar nog een glimlach van op mijn gezicht krijg, is door... Um... Wayne's World. Ja, ja. <laughs> Echt waar. <laughs> Omdat ik denk van, yes, inderdaad, dat gevoel wel van samen met je vrienden in de wagen zitten en u laten gaan, ja, dat vind ik wel geweldig. Ja. Maar ja... Ja, ik, wel, uh, <laughs> ik, ik, denk, ik, ik heb dat met beide kanten. Hè? Want ik kan, ik kan heel hard fan zijn van, van een less is more approach, maar ik kan ook van een more is more heel Ja, maar fan ik ben in. bijvoorbeeld fan van Mogwai en dat is ook ja. heel veel more. Ja. ja, maar dat is een, ja, ander, soort dat is een ander soort more. Dat is een ja. ander soort more. Ja. Ja, ja. En, uh, en bij mij, ik, waar, waar ik van hou, bij Muse bijvoorbeeld ook, dat is zo erover. Dat ik ook door heb, allee, of ik hoop dat dan toch altijd gedeeltelijk bij Queen, weet het ook wel een beetje. Er zit zo'n soort bijna knipoog in, hè, van hé, hey, zie je hoe, hoe, hoe dat, kunnen we, dat kunnen we er ook nog bij doen. Zo, waardoor dat, dat voor mij wel een soort, dat krijgt bijna humor eigenlijk. Ja, al ah, wel, dat vraag ik bij soms af. Ik hm. voel dat niet zo hard. Nee? Nee. Je denkt je je dat daar echt elke seconde te menen, alles wat je daar doet. Ja. Ja, denk Eigenlijk ik dat... wel. Ik weet het niet. Ik er denk het mooie, dat die... ook zo met van die omgebouwde gitaren of zo, twee gitaren boven elkaar. En... Ja, maar die gebruiken die wel. Hè. Ja, dat is die waar. doen daar wel iets mee. Die kunnen dat ook. Ja, ja dat wel. Dat vakmanschap ga ik echt niet over ja, discussiëren, er is, er, er, want ik, dat, ik, ben, ik, dat zie ik wel. Ik ben, ik ben wel een fan van, uh, van. En op zich dat je met, met zo'n bezetting dat geluid kan voortbrengen en ja. dat je dat ik... slaagt om 100.000 man te. Dat geloof ik wel niet. Daar ben ik wel mee mee. Je kan heel veel, dat is een fantastische gitarist, maar daar loopt iets mee. Ja, nou, dat zal wel. Maar die loopt zijn eigen gitaar al met een loopstation op zijn maar die doen gitaar. Dat doet zelf, hij ook. Ja, die doen heel veel zelf, ja. maar wat ja. die produceren met drie, ja, dat is. Tuurlijk, uh... maar ja, dat is een beetje hetzelfde. Dan oh. dat je de Edge, die speelt eigenlijk 47 gitaren. He. Die speelt ja. niet één gitaar, die neemt een effect, een bakstaan, dat even groot is als die cas hier maar is. Maar die heeft geluk dat hem wat bescheidener uh, overkomt, denk ik. En die zit natuurlijk <laughs> ook wel in de schaduw van. Van de meest onbescheiden frontman in de geschiedenis. Van onbescheiden frontmannen. Bono, inderdaad. En... Het beste moment van The Edge was het moment dat hij over The Edge viel. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Just God, dat is waar. Dat Toen zo... heb ik echt... Oh, dat vond ik zo'n goed filmpje. Ja, dat is ook een beetje... Je, je, je merkt dat ook als <laughs> die al wat houder beginnen te worden en die stesselen zo af van het podium, af, dan wordt het ook een klein <laughs> beetje... Gewoon... Ja. Voor zich uitkijkend. Ja, zo. Ik heb, ik heb ook ooit zo'n moment gehad. Dat was met een intro. Dat stond trouwens ook online. Ik heb dat er zelf opgezet. Ja. Eh, iemand had dat gefilmd in de zaal. Ik had gevraagd dat ze dat filmpje wou doorsturen. Want dat wou ik voorzien. Ik had zoiets ja. van. Nee, nee ik kon niet dat die zien verschijnen op HLN. En dan. Hahaha. Ha, ha, nee, nee ik kon dat posten. Maar dat was een reti. Ik vergeet het nooit. ik stond op het podium. En dat was de laatste tour dat ik gedaan heb. En ik had zo'n soort uh, Kabuki-doek. Ja. die viel wanneer dat en ik bleef begon hangen. nee 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 oh. nee, nee als het <laughs> dan maar was dan viel het nog mee nee, nee, dat ding valt nog beneden ik stap erover met kev show maar normaal gezien ging die kabuki doek hier hier hadden zo de rand van het podium en ik kon zo tien stappen doen voordat ik aan de rand was. Ja. Niemand had mij verteld dat op dat podium de kabuki doek op 10 centimeter van de rand van het podium hing. <laughs> dus die valt, ik doe er met veel show een stap naar voren en ik val vol een bak anderhalve meter van dat podium af. Ik heb nog nooit een zaal van enorm applaus naar doodse stilte zo snel zien gaan als op dat moment. Die dachten allemaal van dam, we hebben hier de dood van ja. Alex Agnew ja. gezien. Dus dat was op zich, ah oh ja, hier, hier. Oh, kijk, goed. Oh, Ah oh, wel, maar dat was exact dezelfde stomme manier dat ik eraf gevallen zijn. Ja, nog is goed verlicht hè, de rand. Ja, ja, ja het podium waar hij afvalt. Ik denk dat hem zo hard in zijn eigen wereld woord. zat. Of die was gewoon aan het denken. Alleen nog drie keer het <laughs> deze kutnummer en dan zijn we van die een tour vanaf. Ik weet het niet, geen idee van. Bij zo Radio 1 als jij die programma's, moet jij zelf nog alle muziek kiezen of is dat in samenspraak? Niet alle muziek hè? nee, nee. Um, eigenlijk werken we net als alle andere zenders wel met een playlist-systeem. En bij Radio 1 is het ook zo dat het wettelijk vast ligt in de beheersovereenkomst dat wij 20% Nederlandstalige muziek moeten draaien. Dus dat zijn dingen die vast liggen. En ja, je hebt, wij hebben playlistvergadering elke week. Waarin we bepalen welke nummers we opnemen, welke niet, welke rotatie. Echt hetzelfde als op andere zenders. Wat wel fijn is, is dat de playlist eigenlijk veel langer is. Dus je hebt veel meer keuze. Het is minder beperkt. Ehm. Um, en op basis van de playlist die eigenlijk de computer maakt, heb ik nog een samensteller die daar nog eens mee aan de slag gaat en daar dan een betere playlist van maakt. En op basis van die playlist begin ik dan eigenlijk te werken en hou ik rekening met de dingen die er moeten in zitten. Bijvoorbeeld de platen die in de A-lijst staan. Dat zijn echte platen die toch regelmatig moeten terugkomen. Uh, de Nederlandstalige nummers laat ik er ook zoveel mogelijk in staan, maar dan kan ik wel nog altijd. Een aantal dingen erin sluizen op basis van... Ja, daar is nieuws over een bepaalde groep. Of uh, concertnieuws. Of uh, ik heb zo zelf ook uh, een, een plaat die ik er altijd insteek onder de noemer Sound of Silence. Wat eigenlijk verdoken een duisterplaat is van vroeger. Maar ook nieuwe dingen. Uh, op die manier kunnen die er dan toch ook nog uh, af en toe in zitten. En op, ja, er is wel veel meer vrijheid in, in, in het spelen met die lijst... Die basislijst zou ik maar zeggen. Terwijl op Studio Brussel, als ik, ik zeg nu maar iets, mijn playlist kreeg voor de namiddag en Kim Gordon werd 50, dan moest ik al gaan discussiëren over welk nummer van Sonic Youth dan wel paste op dat moment van de dag. Ja. <kuggen> en dan waren het altijd... Allemaal mee bezig. En dan waren het altijd dezelfde drie <laughs> nummers. Terwijl ik dacht van, ja, maar het gaat nu bijvoorbeeld over Kim Gordon, dan zou ik echt wel een nummer willen draaien waarin zij de hoofdrol speelt. Ja, maar dat is wel niet zo bekend. En dat was altijd een discussie. En dat heb ik nu. nu. En dat is eigenlijk jammer, want dan heb je het eigenlijk over de alternatieve radio. Hè. Dat werd er toch ja, toe. maar dan dat gaat het wel vroeger. echt over de dagplaylist. Ja, ja. En dat is toch een verschil. Zelfs dan. Vind ik vind het eigenlijk een beetje jammer. Ik, ik, ik mis wel een beetje meer durf in, de, in, de, in de playlist in een dag. En het ja, minder... Zelf heb ik soms het gevoel nu ook mm -hmm. um, dat er wel vaak gezegd wordt: van we willen persoonlijkheden die Presenteren, mm -hmm. maar die persoonlijkheden kunnen eigenlijk een persoonlijkheid in de muziekkeuze nooit of weinig naar voren schuiven. We ja, dat hebben dat achteraf zelf... gezien eigenlijk enorm veel geluk gehad mm -hmm. dat we met Duister kregen, we echt carte blanche. Oké, okay, het zat in het hoekje van de week, hè, tussen 10 en 12 op zondagavond, maar dat is wel het geluk geweest, want wij hebben Nooit richtlijnen gekregen van het moet meer dit zijn of meer, minder dat. En we hadden geen playlistsysteem mm -hmm. dat daar dat was met de hand samengesteld. Want toen jij ermee begon. Hè, toen ge, heb je dat aangeboden gekregen om zelf een programma te beginnen? Of hebben dat, ja, je dat toen, voor je uh, nee, nee, toen uh, viel er iets weg, en zo gaat dat meestal, hè, dat er een gat ergens in de programmatie valt. En toen uh, ben ik aangesproken en toen is Eppo Jansen aangesproken, die het uh, samenstelde. Uh, van ja, willen jullie niet iets doen, iets met muziek op zondagavond en wat, waar denk je dan aan en wat zou je dan doen? En dat was het eerste half jaar echt wel zoeken. Ja, want wat, wat was uw insteek toen jij dacht van... Dingen draaien die niet, die niet vaak op de radio geraken, die wij graag horen en die, waarvan we denken dat die op dat moment van de week goed zouden passen. Ja. Dat was eigenlijk... En wa, 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 wat viel. Weet, weet jij nog wat, dat, wat dat je zo in die eerste uitzendingen, die eerste jaren veel gedraaid hebt? Het was al uh, van in het begin uh, relatief rustige muziek, maar wel ook van ja, groepen die, die amper aan bod kwamen. En dat ging toen al van Sigaros, die nog echt niet bekend waren. Mm -hmm. Tot um, ja, zo Eppo kwam een beetje uit de emo-scene, ja. um, dus en de zo de eerste emo-scene, niet de commerciële emo-scene ja. die er daarna gekomen is. Uh, um, dus dat leg was leg uit voor onze luisteraars, ja, Aiko. Oh, bijvoorbeeld, zwaar voorbeelden van uh, Eerder een groep als Hot Water Music ja. uh, en niet um, My Chemical Romance. Ja, voilà. Yeah. Ja, ja, yeah. ja. Dus, All right. dat zijn wel want My Chemical het Romance was natuurlijk. de emo kan je natuurlijk Dat is natuurlijk de muse van de emo. <laughs> dat waren, die vond ik dan weer beter. Ja. Dat is ook weer zo typisch. Ik merk wel dat er een patroon is in mijn luistergedrag vaak. Ja. Maar, uh, maar ja, dat is wel cool. Maar ja, wel veel gitaargerichte dingen, ja. maar de rustigere gitaren. En daar zat dan een beetje pavement in en een beetje. Goh, uh, ja, ja. ja. Dat is zo'n hele leuke. Uh, Mensen die aan het luisteren dus een Spotify-lijst. Volgens mij de langste Spotify-lijst ter wereld. is een duisterlijst. Daar kun je een half uur naar beneden scrollen, denk ik. Ja, ik denk daar zitten 4.000 nummers of ja. zo in. Ja, ja, ja. Ja. Eigenlijk is dat ooit een, uh, een luisteraar geweest die... Van het moment dat, Nee, op het moment dat Spotify <laughs> begonnen is, zich ermee bezig heeft gehouden om eigenlijk alle nummers die ooit gedraaid zijn geweest in het programma en die te vinden zijn op Spotify, dus het zijn ze niet allemaal, om die in die lijst te zetten. En we hebben nog een andere luisteraar gehad die ooit als eindwerk bezig was met, denk, vooral statistiek en databases en dat soort dingen. Die dan eigenlijk een website gebouwd heeft en aan ons gevraagd heeft, hebben jullie alle playlisten nog? En wij hadden die wel allemaal. Kun je die eens doorsturen? Ik zou die graag in een database steken en die is dat blijven aanvullen. Want toen liep het programma nog een heel aantal jaren. Elke week altijd stuurde ik naar hem de playlist door. En het gevolg is dat wij een site hebben, of hij heeft een site, Duister Online heet die. Ja, ik heb die gezien. Um, ja. En het coole is dat je echt alles daarop terugvindt. Ja. Alle playlisten staan erop, maar je kan ook um, at random een playlist kiezen, veel opnames van de programma's. Je kan ook zien welke nummers zijn het meest gedraaid in al die jaren, welke groep is het meest gedraaid, uh, wie is er op sessie geweest, uh, al die dingen. Dus dat is een archief dat wij zelf nooit gemaakt hebben en dat we het echt te danken hebben aan fans die dat wel gedaan hebben. En das, ja, ik hoop dat de licentie voor die site niet plots verdwijnt en als het moet, betalen wij het uh, om, om, om dat mm. toch om, ja, in leven te houden. Dat, en, moet, dat moet toch moeilijk geweest zijn, hè? want ik, ik ben... Ik, ik die Nippo natuurlijk ook van ja. de hardcore en de punk scene en veel met de Cornflames gespeeld hebben en zo. Maar dat waren inderdaad... Uh, ik denk, op het moment dat je gestopt bent, zijn er wel wat mensen die bijna verloren zijn gegaan. Had jij ik hoor voelde... daar nog altijd op aangesproken. Ja, Veel. Die... Wat ik zal eerlijk zijn... Ik bedoel, ik zit er zo wat tussen... Er zijn veel dingen dat ik er leuk om vind, maar er zijn ook dingen dat ik daar niet leuk vond. Tuurlijk, ik, ik heb ja, ja. veel met een Nepo samengespeeld en ik vond de Cornflames ook leuk en alles, maar ik vond zo die een echte lo-fi stuff, dat is ook niet 100% mijn ding. Ja. Hey, bijvoorbeeld Pavement vind ik een goed voorbeeld, dat vond ik niet leuk. Of toen. Sebado? Ja, de, ik, was dan, ik vond Bark Market dan leuker. Ik had ja. liever als de nee, gitaar nee, ja. wat harder. Ja. ja, dat vond ik toffer. Ja. De Gold Machine vond ik ook leuker ja, om ja. er iets te om dan zeggen. Dan toch iets, te, iets ja, harde, hardere dingen voilà, te doen. Het is ja. ook een reden om daarbij ja. beste maal te zijn. Dus dat, maar ik, ik had het altijd wel, omdat je, ik kwam met die hard en zeker toen het goed was, en, en ja. dat het echt draaide. En dat, ik ken massa's mensen die echt een soundtrack van hun, van hun ja, jeugd of, of, of uh, jong adolescent uh, zijn, dat was wat jij deed, zo met een Apple. En je ja. bent dat je gestopt. Het ding is ook, we hebben dat 15 jaar gedaan, wat echt wel lang is in een radioleven. En ik denk effectief, als je bijvoorbeeld uh, student was en het bestond al, en je hebt op dat moment op zondagavond, als je op je kot toekwam dat programma op een avond ontdekt en dat was uw ding, dan werd dat wel een soort vaste afspraak. En, en dat zijn soms dingen die je dan een hele tijd blijft volgen. Als het dan wegvalt, ja, dan is dat een stuk uit u. Ja, maar het miste niet bijvoorbeeld in mijn Radio 1. Ik snap dat je ziet, je hebt waarschijnlijk tien keer meer luisteraars nu, maar ik, het het uh, ik kon misschien fout zeggen, maar het moedergevoel dat je had over luisteraars, en zo ervaarde ik ja, dat. En ik ja. zal zeggen, ik was dan doelpubliek of mm -hmm. zo, maar ik zag dat wel bij mensen die die wat een halve godin voor misten zo dat soort dingen niet nu. Maar zo voelde ik dat zelf niet aan. En dan zo merk, was het wel. Ja, maar zo, da, dan merk ik wel soms als ik er nu op aangesproken word, dat voor sommige luisteraars het duistergevoel soms veel intenser of belangrijker was dan voor mij. Alhoewel ik dat al echt met hart en ziel heb gepresenteerd en gemaakt. En dat ik me daar ook super goed bij voelde. Maar ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik was vorig weekend op Best Kept Secret. En ik ben daar ook weer op een muziekfestival. Dan, als je dan, van muziekliefhebbers daar wel weer veel op aangesproken. En komt dat toch niet ooit terug? En heb je toch niet. Geen plannen om daar toch nog eens iets mee te doen. Terwijl die muziek is er, hè. mensen kunnen daaraan geraken. En, en er zijn heel veel verschillende. Het is concerten natuurlijk wel gemakkelijker en, uh, als iemand het voorschotelt. Hè. Ja, iemand... en ik, ik merk wel zelf ook dat ik uh, vaak meer getriggerd ben of meer intens naar iets luister. als iemand het aanreikt en daar mm -hmm. iets, iets bij vertelt, of, ja. of daar ja, een soort ingang. Maakt, mm. zo, zo luister ik zelf ook het liefst naar de radio. Ja, goed, dat ook. We zijn met de zwaarste lijst. Dat, dat stopt. Ik kan dat een beetje zien als, als, als buitenstander, maar wel in de know. Bedoel... Maar de kans is groot dat de zwaarste lijst wel gewoon blijft bestaan, maar met iemand anders. Nee? Dat denk ik wel, ja. Allee, denk dat ik, was, ook. ik denk niet dat dat de bedoeling was. Dat, dat was bij mij nooit de bedoeling om dat programma te doen eindigen. Ik had het gewoon zelf een beetje ermee gezien. Was Moest ook, Studio was Brussel dan met dan Duister zijn doorgegaan met iemand anders, daar zou ik wel last ja, mee hebben Ja, maar dat is nu een naam, dat is iets anders. Dat is het Alex Act -news, nee, de ik heb, zwaarste maar ik ben wel twee was... keer lang weg geweest toen ik zwanger was en bevallen ja. ben. Dus het zijn twee periodes geweest dat iemand anders het een hele periode heeft gedaan. Ik ben één keer mm -hmm. zelfs zes maanden weg geweest. Mm -hmm. Maar ik wist, en de luisteraar wist dat ook, van oké, okay, we geven dat nu even in handen van die persoon en dan kom ik gewoon terug. Ja. En ja, ik denk dat het een beetje raar was geweest als, uh, als dat ja. gewoon zonder u was verder gegaan. Ja, of dat ze een soort kloon hadden gemaakt, ja. die dan toch net Danny was, dat hebben ze ja. Dan had het beter dan Epo zelf geweest en hij het gedaan had, denk ik. Ja, maar het zou wel echt heel anders geklonken ja. hebben. Ja, ja. Puur qua muziekkeuze perfect, maar ik denk ook, om het te presenteren, dat hij het dan toch ook anders zou doen. Ja, hij heeft punks gedaan dan. Dus, uh, ja. Oh. En toen je, toen je ermee begon met Duister, heeft dat lang geduurd voordat je voelde ik ben hier echt een publiek aan het bereiken? Toch even, ja. Eigenlijk de momenten waarop je merkt dat het een soort van... Hmm, bijna merknaam Ja, want dat is het wel geworden. Hè. Ze hebben het over duister muziek. muziek hè. nog altijd, ja, hè. Ja. Ja, dat is wel opvallend. Ja. Ik zie dat in concertaankondigingen, ik zie dat soms in recensies, ja. dat dat wel plots een, een noemer... Was voor ja, een bepaald gevoel, hè, want dat ging van echte gewoon singer-songwriters tot elektronica soms, tot ja. soundscape-achtige post-rock Ja, weemoed hoor ik dan altijd terugkomen. Ja, dat zit er ook wel, <laughs> dat zat er wel ja. echt in. Ja, een soort melancholie. Ja. En, uh, en nou, ze aan een melancholische persoon, is dat iets? Niet. Nee, Want, ja, want dat ik, is wel de, de, de kritiek, of, of hetgene dat men, mensen die daar echt niks mee hadden, zo van: ja, zo'n depressieve muziek. Ja. Ja, nee, ik ben helemaal niet... Uh... Nee, ik kan me wel verliezen in dat soort muziek, maar ik ben zelf iemand die eigenlijk heel positief in het leven staat. En wat, maar is dat dan toch nog altijd uw go-to-muziek? Ja, ja. Ja, ja, toch En wel. hoe verklaarde dat? Gewoon puur het nieuwsgierigheid? Ja, maar niet alleen dat. Nee. Dat, dat is, denk ik, de misvatting die mensen soms hebben. Dat ja. ja. hebben ze bij mij ook. Ze denken ja. dat ik alleen metalplaten thuis ja. heb, terwijl het, dat, die, dat alles behalve is. Maar ja. Wat zijn dan dingen waar jij nog naar luistert die niet zo typisch duister zijn? Waar je van zou zeggen, dat, dat zou ik nou niet verwachten bij haar. Hm. Muse. <laughs> zo ineens uit de kast komen. Zo. Ja, toch <laughs> Muse en Queen, eigenlijk. Graaf. <laughs> uh. <laughs> Maar moet ik daar nu op antwoorden? Ik weet het niet. Ze we onlangs nog Kendrick Lamar gaan kijken. Ja. Wat vonden je daarvan? Ik vond dat goed. Um, de reden dat, waarom dat ik ben gaan kijken was omdat ik de tickets cadeau had gedaan aan mijn zoon. Die wel heel erg uh, met hip-hop bezig is. Ja. Uh, en Kendrick. En ja, dan, dan komt de moeder-klok dus wel in mij boven. Dan denk ik: van, Oké, okay, jongen, als jij denkt dat je hip-hop heel goed vindt. Hm. Dan hebben we samen op Netflix uh, de Hip Hop Evolution gekeken. En ja. dan, uh, dan, dan begin ja. ik hem zo wel wat uh, op te voeden. Mm -hmm. uh, dat ik denk: van, dan moet je dat ook eens horen en dat en dat en dat. En dan zegt hij achteraf ook van mama, ik zou eigenlijk heel graag eens op vakantie willen naar de Bronx. Ja, oké. Okay. <laughs> Ooit zul je daar wel eens naartoe gaan, jongen. <laughs> ja, de Bronx is, uh, is naar het schijnt, net zoals heel veel dingen in New York, uh, very gentrified. Dus nu zit daar eerder ja, in een hip ja, ja, koffiehuis en ja, dat je er overhoop geschoten wordt. Denk vooral... Maar dan ga ik bijvoorbeeld wel liever met hem nu uh, naar Kendrick Lamar en niet naar Post Malone. Bijvoorbeeld ook zo'n figuur die... Dunne Laan. Wederom de Dunne Laan. Ja. Ja. ja, maar ik snap het. Ik, ja. ik snap en dan het denk en... ik: van ja. oké, okay, daar wil ik dan nog wel eens uh, tickets voor kopen. Dan gaan we samen naartoe. En, en waarom niet zo graag nog Post Malone? Waarom ja, dat, Malone dat vind ik niet? echt blijd muziek. Oké. Okay. Ja. Dat vind ja. ik nou ook wel vreselijk. Ja. Ken Je kent dat, dat. Rockstar, kent dat nummer? Ik weet niet. Ja, dat kan ik. Dat kan dat niet zeggen, maar... Ja, eigenlijk is het, eigenlijk is het ja. nog amper hip-hop. Het is veel gezongen. Ja. Uh, heel, uh, je hebt nu zo'n hele scene van Soundcloud, hiphoppers, rappers, maar die eigenlijk heel. Ja. Allemaal de schuld van Drake. Ja, <laughs> echt zo vuilerige. Ja. 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 ja muziek maken. Ik kan, ik kan er mij wel al meteen niet bij voorstellen wanneer Drake zegt. Maar ik, 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 zegt, ik denk, dan denk wel ik dat, we, van, oh, dat ja. veel tieners daar misschien ja. hun uh, teenage angst in terug zien weerspiegelen. Ja, je had ook, de hele tijd had ook zo met hiphop altijd zo'n neventak, zelfs, zelfs in de jaren negentig en jaren 2000 had dat, dat ook, waar je zo van die dingen gelijk... Uh, ja, ik weet, ik veel wel, zo, zo, zo Bone Thugs en Harmony en zo, waar je zo meer ja, van dat ja. soort. Uh, eh, ja, dat eh, was nog iets heel anders de, ja, natuurlijk. Maar ik, ik bedoel, dan kreeg je ook zo dat heel uh, RB beïnvloed, ja. heel veel gezang, dat dan toch weer een, een bepaald ander publiek aantrok dan, dan zo de meer hardcore hip-hop-gesten. Ja. Dus bijvoorbeeld, dat wel... toen het clipje van Childish Gambino plots op de ja. mind stond, dat heb ik hem wel meteen getoond. Ja. Dan denk ik van oké, okay, als je dan toch in hip hop bent, dan. Ja, ja dan wel. En hij ja, zou dus... het waarschijnlijk ook zelf gevonden hebben, want hij komt nog heel veel muziek tegen die ik niet ken. Of, of hij kijkt naar wat is dat, Trace Urban en, en via zijn games en via YouTube en via vrienden. Mm -hmm. en, ja. en dat moet ook. Ik, ik, oh, ik heb dat met mijn Ik vind bochter. dat ook niet erg dat die ja. dingen die ik echt slecht vind, dat hij dat wel goed vindt. Doe maar. Ja, bij mijn dochter komen er ook dingen bij mij terecht waar ik van denk, daar had ik nou nog nooit van gehoord. Maar ineens, hè, zo Dua Lipa en zo, ja. dat soort dingen waar, ja. je, waar je van merkt. Ja, die heeft ook een hele leefwereld waar die allemaal naar luistert. Zit ze al op Musical.ly? Uh, ja, ja, vol ja. een bak. Die is niks anders aan het doen. En, en zo, zo leren zij eens. muziek kennen, hè? Ja, ja, ja. Zo die kleine stukjes die daar dan in zitten. En, dat zijn en dan, dan, ja, dan ja, doen ze zo dat en... ze dat dan zingen zijn, ja. en dan maken ze er een ja. filmpje op en dan sturen ze dat aan elkaar en dan zijn ze allemaal bezig. Ja, mijn dochter is vol een bakje. Maar dat is de manier waarop zij muziek leren kennen. Ja. ja. En dat is, ja, dat is ook cool op zich. Ja. Want ik vind, het, ik vind het nog altijd. Hè, ik bedoel, je kunt. Hè, ik, ik merk dat ik soms zo. Als ik, als ik over muziek discussieer. dat je zo wat een, een, een zagere, nauwe venttoon begint te krijgen. die dat ik eigenlijk probeer altijd zoveel als mogelijk af te houden. Omdat ik. Ik vind eigenlijk elke manier waarop dat je muziek leert kennen goed. Dat maakt mij uiteindelijk niet uit. Als je daarmee bezig bent. Hè, dat is iets heel anders als ik vanuit een artistiek standpunt ga praten van hetzelfde maken. Ja. Dan kan ik al wel eens in discussie gaan met Spotify fans. dan denk ik, als we dat een miljoen keer ja. worden bekeken, kunnen we eens op restaurant gaan. Maar we moeten opleggen voor de dessert. Um. En een artiest verdient echt niks. Nee. En dat blijkt ook. Maar aan de andere kant, de, de, de enorme mogelijkheden daarvan. Ook van wat er allemaal met muziek gedaan wordt, zoals mm. musically. Vind ik dan wel weer cool, omdat je dan uiteindelijk toch altijd weer mensen de muziek intrekt. Hè? Ja, en wat ik tof vind is dat ik gewoon zie dat die kinderen al van jongs af aan, en oké, okay, ze zijn altijd met muziek in aanraking gekomen, dat dat hen iets doet. Ja. Dat vind ik tof. En of dat dan een goed nummer of een slecht nummer is, dat kan me eigenlijk echt niks schelen. Maar het feit dat ze zo die microben op een of andere manier ook hebben en dat ze smorgens al eigenlijk komen. Discussiëren van. Mag ik er eerst een liedje opleggen? Nee, ja, ja, ja. ja, ja. Dat, maar dat vind ik tof. Dan denk ik van, ja, oké. Okay. Dat zijn gesprekken dat wij veel in de auto <laughs> hebben ook. Dat mijn, de, de, de mijn dochter, mijn vrouw heeft. Hij heeft gisteren gekozen, ik mag vandaag. Ja, kiezen. zeg, Het is altijd hetzelfde. Ja, het ja, is ja. altijd wat jij wilt. Ik wil nu deze. En dan, ja, ik heb maar één dochter, maar ja. die zijn met mijn vrouw eigenlijk altijd bezig. <laughs> en dan mijn vrouw zo. Ja, we hebben nu een playlist. Nu al uh, weken opstand, is goed. Maar gewoon het, het, het feit gaat. dat ze een playlist heeft Ja, is ja toch die de max, maakt het dan zelf. En dan zet hij dat erop. En dan laat mijn vrouw. Luistert er dan ook soms naar? Want die heet dan ook YOLO, hè, dat is dan naar een playlist. En dan en, 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 en ontdekt mijn vrouw daar dingen op, waar ze van zegt. Hé, hey, dat vind ik een kei tof nummer. En dan ja. laat hij dat op mij horen. En dan denk ik ook van alright, cool. Dus je ja. merkt wel dat er zo'n soort wisselwerking ja. aan de gang is. Het grappige bij ons is dat, dat alle playlisten onder mijn. Account zitten en dat Spotify dus volledig in de war is. Die snappen echt niks van mijn algoritme ja. en ik krijg <laughs> de meest rare combinaties van uh, aanbevelingen. Ja, dat kijk ik me ook wel voor. Dat is bij mij, mijn vrouw, mijn, mijn dochter en ik, En ja. dat kan ook allemaal niet verder uiteenlopen. Ja. Dus uh, wat zijn dingen die je nu kagen, vindt eigenlijk? Waar je veel naar luistert, of waar je van zegt, dat, dat, is, dat zijn dingen dat ik vind dat meer mensen naar moeten luisteren momenteel. Um wie ik uh, recent nog gezien heb en heel tof vind, is Courtney Barnett. Oké, okay, vertel. Ken je Courtney Never Barnett? Never heard okay, of her. Okay. Nee, nee, maar echt, ik ben op. Ik zeg het, ik, ken, ik merk dat ik heel veel ken van muziek, ja. maar ook heel veel niet. Nee, oké. Okay. Die was al langs in de nabij. Ja vorige, ja, vorige week ja, ja. ben ik gaan kijken, of tien dagen geleden. De Andries is een beetje mijn, een hipheidsmeter. Okay. Dat is degene die je ja. vaker afkomt en zegt, daar ziet hij dat naam momenteel. En dat uh, ik denk, ja. alright, cool. Okay, Australische. Um, ik uh, wou yes. zeggen singer-songwriter, maar dat dekt de lading eigenlijk niet. Uh, gitaar heel din zal ik maar zeggen. Ze speelt okay. heel goed gitaar. Uh, opgegroeid, toch ook wel met zo de, 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 de grunge platen van de jaren negentig, ja. alhoewel ze een stuk jonger is dan wij. Um, en het is echt uh, in die zin tof dat ze heel spitsvondige teksten heeft. Dus ik vind het heel grappig. Um, en ja, het zijn gewoon toffe, goede gitaarnummers. Ja. En ik miste dat soms wel wat. Uh, dat ik het gevoel had dat alles zo dezelfde sound had. En, ja. en, en, en dit is echt ja, heel speelse, fijne, goede gitaarmuziek. Met een goede frontvrouw. No nonsense. Ja. Leuke teksten. Um, net een tweede plaat uit. En ook zo'n een beetje een uithangbord van eigenlijk een nieuwe generatie zo van jonge vrouwelijke. Um, ja. Gitaarbandjes. No. Uh, Warpaint heb ik ook nog gezien vorig weekend. Uh, dat zijn vier vrouwen. Um, en het moeten niet per se allemaal vrouwen zijn, dat is nu een beetje toeval. Nee, dat dat dan blijft nu er... altijd ja. wel terugkomen hier. Ja, nee, nee. ja, ja. nogthans ja, dat ik denk als je in mijn collectie kijkt dat het aantal aandeel mannelijke artiesten veel groter is sowieso. Um, maar ja, zo'n beetje een indie indie rock mm -hmm. um, scene die nu, tot nu een beetje terug aan het groeien is. Waar ik dan veel dingen van misschien twintig jaar geleden wat terug in vind, ja. maar op een nieuwe manier gedaan. Ja. Ja. Dat is wel leuk dat je, zo, dat je zo voelt dat er soms ineens dan toch wel weer een. Uh een shift komt naar een bepaald hè, tijdperk. Je hebt, je hebt nu het gevoel dat ze de 80s wel echt tot op de put hebben uitgeschraapt. Ja. En dat je denkt, ja, stilke aan gewoon de 90s op de beurt. Gewoon er terug veel meer van die dingen komen. Ja. Want ik heb u horen vertellen dat je, hè, daarnet vertelde je dat je de, in de vooruit uh, Nirvana nog gezien hebt. Zijn er nog zo van die dingen, van die concerten, waar je van zegt: hm. daar was ik bij? Ik heb toen, begin jaren 90, heel veel gezien. Mm. Um, dat was eigenlijk bij mij ook meer het begin van mijn uh, echte concerttijd yeah, zo in de jaren 80 was ik een klein al... beetje te jong ook voor ja, veel van die ja, dingen bij mij was dat ook wel zo, in de ja. jaren tachtig heb ik wel een paar dingen gezien, mijn eerste festivals mm. gedaan, maar uh, begin jaren negentig was ik student en dan uh, had ik al iets meer budget ook mm. en kon ik mijn agenda zelf bepalen <laughs> moest ik niet overal toestemming voor vragen van mag ik op een weekavond naar een concert, ja nee, dan deed je dat gewoon en ik zat wel in een heel actieve groep van mensen die veel met muziek bezig waren. En ik denk, ja, al die grunge groepen van toen heb ik allemaal gezien. Ja. Uh, Soundgarden nog in de, um, het AB, uh, niet café, maar hoe heette dat, Bar Amerikaan toen nog? Ja. Boven, klein zaaltje. Ja, ja, ja. Um, dat was, vond ik toch. Toen beleefd, heb ik dat beleefd als een le redelijk legendarische avond, want dat was een spoken word van Henry Rollins in de grote zaal en van ja, ja. Saint Garden boven in de kleine zaal. Uh, maar ik heb ook de eerste concerten van uh, nee, de concerten van Kaius gezien, van Queens in ja. Stone Age, Faith No More in een klein zaaltje in Dendermonde ooit. Uh, ja, ik heb heel veel gezien toen. Hmm. Ja. Ja. En zelf nooit muziek willen spelen? Ik had. Echt, eigenlijk heel snel door dat ik daar niet het talent voor had. Ik heb muziekschool gedaan. Ik heb um, piano een tijd gedaan, ik heb uh, percussie een tijd gedaan. Maar ik had in mijn nabije omgeving een aantal vrienden die echt een soort van natuurlijk talent hadden, voor muziek, dat ik totaal niet had. En sommige mensen, daarvan zie ik dat ze gewoon zoveel goesting hebben en zoveel doorzettingsvermogen om echt te blijven oefenen, oefenen, oefenen totdat het lukt. En dat had ik dan ook weer niet. En eigenlijk ben ik ook nooit iemand geweest die per se op een podium wilde staan. En ik denk dat daarom de radio ook een goed medium voor mij is. Ja. Want wij vinden eigenlijk, sorry dat ik nu op piek, maar tegenwoordig merk je wel. Ik ga een beetje oldschool radio. Mm. En wij zijn er dikwijls over bezig dat mm. radio tegenwoordig de anonimiteit van de radiopresentator ja. is de laatste jaren wel geëvolueerd. Ja, dat en is zo. Als je nu zegt ik heb nooit graag op een podium gestaan, moesten we nu beginnen dan hadden we wel een probleem. Ja, misschien. ja. Ik ben ook niet begonnen met radio vanuit het idee dat ik zelf in de spotlight was staan, ik wou gewoon met muziek bezig zijn. Mm. Um, dus jij wordt eigenlijk toen al blij geweest met te zeggen: ik stel playlisten samen of ik verzin ja, dat soort dingen. Ik heb eigenlijk ook in mijn radiocarrière zijn er verschillende momenten geweest waarop ik, waarop ik heb gezegd tegen mijn baasje maar ik wil gerust ook wel mee in een redactie gaan zitten. Hmm. Ik vind dat even leuk. Um, dan zei ze van nee, nee, nee. Ja, presenteer je daar maar. Ga ze er goed in. En dan na een tijd voel je wel van ja, nee, je, je hebt wel een bevoorrechte positie. En het is ook gewoon heel leuk om te doen. En, en dan voel je ook bijvoorbeeld met duister op een bepaald moment dat je echt wel iets kan betekenen voor mensen. En dat de manier waarop je dingen aanreikt, dat dat wel ja, iets extra's is en iets toevoegt. En, en dat het niet alleen om de muziek gaat. Dat, dat leer je dan wel appreciëren. maar... Het ja. kwam niet van mij uit dat ik echt zoiets had van die microfoon, daar wil ik bij zijn. Maar je hebt ook een. Uh, heb jij, want je hebt uiteraard een, ja, een hele mooie radiostem. Is u dat eigenlijk verteld geweest door mensen? Van ja, je moet dat. Voordat toch maar ik radio doen, maakte? Ja? Nee, 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 nee. Ik ben wel opgegroeid zonder dialect, dat helpt. Ja. Ik ben uh, in Brussel opgegroeid. Met een Nederlandse vader, uh, die zelf ook altijd heel erg op taal uh, ja, daarmee bezig was. Um, als kind sprak ik Hollands, want ik zat op een Nederlandse school uh, in een omgeving met allemaal Hollandse kinderen en dan pikte ik dat ook op. Mm. En eigenlijk pas op de middelbare school is dat dan naar het Vlaams uh, geëvolueerd. En ik sprak niet perfect. En eigenlijk bij het, de start van het radiomaken ja, ben ik ook nog. Logopedie gaan doen en, ja, ja, ja. en wat tips gekregen en let daarop. En daar moet je meer op letten. En nu gaat dat eigenlijk vanzelf. Nu moet ik daar niet over nadenken. Nee, maar nou, je hebt dat natuurlijk ook al heel lang gedaan. Dus dan had je eigenlijk een beetje meer uh, Nederlands gesproken. Anders. Echt Hollands. Hollands. Ja, 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 echt. Ja, echt ja. Ja, ja. Maar jij hebt, jij hebt in Holland op school gezeten? Nee, in zijn? Brussel? Of, of in een, maar in een, in een Nederland. Nederlandse school in Brussel, die er nog altijd is. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. All right. Ja een kleine, een relatief kleine school en daar zaten vooral kinderen van mensen die voor de Europese Unie werkten, mm -hmm. uh, veel expats, -ex ja. um, gezinnen, maar ook gezinnen uit de buurt en wij woonden daar ook in de buurt. Die ja. komt te voet naar school, dus, ja. Ja. En zijn er, um, als je zo, als je denkt over, eh, over muziek en over hoe belangrijk dat dat in uw leven is tot hiertoe en eh, geweest en nog altijd is, zijn er kan je uh, proberen te zien hoe dat ik dat hier ga verwoorden? Um, ik heb een gevoel dat er een aantal periodes in de, in de muziek geweest zijn, hè, zoals uh, 77 met de punk, of zoals de grunge in de jaren 90. Of dat muziek echt een, een, een soort niet alleen een kantelpunt was in de muziek. Hè, in de focus erop, zoals dat. Punk uh, reactie was op hmm. al die overblown stadionbands van de jaren zeventig. Ja, of, of, of politieke boodschappen. Ja, en daar was, eh, was er iets te vertellen. Of net zoals dat je dan heel die excess van de jaren tachtig had. En hair metal en al die aanstellerij, En dat daar de grunge uit gekomen is. Hmm. Die zoiets hadden van. We hebben het nou wel gehad met de zoveelste glitterpraak. <laughs> die weer stond te zingen over niks. En dan nu stond te wanken op zijn gitaar. Eh, en die. Die dan terug meer grepen, terug naar dingen als punk, maar ook als Led Zeppelin of als dat ja. soort dingen. Ja. En dat was ook ineens ook een, een enorme. Dat herinner ik me nog veel bewuster van de jaren 90 dan uiteraard van 77. Want toen was ik vijf jaar oud. Maar dat gevoelde dat er zo ook een enorm cultureel kantelpunt was. Hè? Dat gevoel bij mensen dat dat, dat, dat echt veranderde. Heel veel jongeren begonnen ineens dingen te gaan doen als filosofie en Germaanse. En, eh, ze gingen weg van de rechten en van, zo van dat ah ja. soort. Nee. Dat, dat voelde ik heel erg toen okay. ik toen op de universiteit zat. Uh, wat, heb, wat heb jij gedaan? Germaanse, even. Ik <laughs> Ik heb zeventien andere, ik heb zeventien ja. andere dingen ja. gedaan ook, die ik nooit heb afgemaakt. Ja. Maar uh, ik was vooral heel goed om beginnen met studies. <laughs> zo van, kan dat doen. En dan na nou, twee maanden zo, oh nee. Ja. Dus uh, dat was niet mijn ding. Maar ik voelde wel dat, dat er toen een soort um, bijna shift was in, in, in een mentaliteit. Norm muziek toe, dat, dat muziek eigenlijk ook cultuur beïnvloedde en hoe dat mensen kleden, hoe dat ze deden, hoe dat ze dingen bekeken. Maar ik heb wel een gevoel dat dat sindsdien niet echt nog gebeurd is. Heb jij gaat dat gevoel. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik het vind dat zelf een moeilijke vraag. dus daarom, ik, ik vraag het mij. Maar omdat jij iemand bent die muziek echt op de voet volgt... Ja. He, en heel erg daarmee bezig is, ja. nog altijd op ja. dagelijkse basis... Ja. zijn er dingen dat jij echt zegt van... ja, ik voel hier wel dat er een enorme shift geweest is... buiten de, de manier waarop dat er naar muziek geluisterd wordt... He, door de, door, door ja, de ja, media ja, 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 en door ja, ja. de verandering daarin. Ja. Want dat is natuurlijk iets helemaal anders. Maar zijn er dingen dat je denkt... Ja, ik, ik voel... Ik zou zo zeggen, voor een, een bepaald, de, de, de ouder wordende man in mij mm. zit te wachten op die explosie die terug een, een revolutie veroorzaakt in de muziek. En ik denk dat er minder en minder ruimte voor is. Of dat, misschien is het zoals David Bowie het twintig uh, jaar geleden al eens in een interview zei: music as a vehicle for revolution is over. Ah ja, Zo, die nou daar, daarvoor gaat, daardoor gaat het niet meer gebeuren. Uh -huh. Het gaat op andere manieren moeten gebeuren. Is dat iets dat jij ook denkt, of denkt er daar eigenlijk nooit over na? Is dat gewoon zoiets van: <laughs> van, van, van <laughs> mij boeit dat geen hol, zolang dat, dat maar toffe muziek is? Eh. <laughs> uh, um. Nou ja, zo zie je het, Maar ja. het zijn niet allemaal ja-nee-vragen nee. hier. <laughs> nu komt het examengevoel even ja, naar boven. Dat moet je niet doen. Dan je, daarvoor vraag uh, ik dat niet. Ik, 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 omdat jij ja, iemand dat enorm veel met muziek ja. bezig is, en misschien voelde jij ook dingen aan, hè, doordat je dat al zo lang doet, dat je voelt van waar, waar, de, waar, waar het maar de Maar bijvoorbeeld wat dat in, jij ja? beschrijft over de jaren negentig, wat dat ik op een bepaald moment heb meegemaakt, is dat al mijn referenties over muziek in de jaren negentig lagen echt meer in die alternatieve scenes. Mm -hmm. En dan kwamen er op Studio Brussel uh, nieuwe, jongere medewerkers binnen. En die hadden compleet een compleet ander beeld van wat de jaren negentig was. Omdat ze gewoon tien of soms twintig, vijftien jaar jonger waren. Mm -hmm. En voor hen was de jaren negentig dan plots was het wel oké okay om dingen ook op de radio te draaien. die, die we in de jaren negentig afschuwelijk vonden. Ja. En die we nooit zouden gedraaid hebben. Dat was dan ook vanuit het idee van: ja, maar ja, we gaan niet meer de. Het verschil... Um, we gaan het niet meer hebben over wat is goede muziek en wat is slechte muziek. We zijn open-minded. Alles is goed, alles mag. Ja, ja oké. Okay, maar sommige dingen zijn gewoon echt slecht. <laughs> geef eens dus wat voorbeelden. ace ja, of base? Of, of uh, over wat hebben we dan? Ja, of... of um, zo, zo het idee van uh, het, het, het uurtje foute muziek. Want foute muziek is eigenlijk ook, goede, ook ja, leuke ja. muziek. En tuurlijk... Ja. Je Kun je daarop amuseren en dit en dat, maar dat gaat ook over het feit dat zij toen misschien acht waren oh ja, en tuurlijk. inderdaad tuurlijk. de hitjes van toen die op tien, op te tien om te zien kwamen, mm -hmm. dat ze daar echt nog iets mee hebben omdat ze daar als achtjarige oh ja, een tof momenten mee hebben beleefd. En nou, voor mij was dat dan, ja, dan was ik in de twintig, ik dacht van dat is compleet aan mij voorbij gegaan, geen idee waarom nou, dat dat Sterker plots... nog, dan viel je zelfs nog liever dood dan dat je <laughs> zou zeggen dat je dat goed vond. Hè. Wat, wat, wat denk ik bij mij een beetje is, ik merk dat bij oudere generaties dan weer, hè, want ik heb zo'n hele uh, generatie mensen dat ik ken die dat zo tieners waren in de jaren zeventig, en daar merkte ze die pathologische haat voor disco. hij ah, ja, 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 ja. Dat hij ja. nog altijd zo dat dingen van: Disco, dat deed dat alles nog de te kloten ja, 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 ja. Terwijl dat bij mij was Disco inderdaad de soundtrack van Kleinzen. Dus ja. als ik, als ik Boni M hoor of ik hoor ze van die dingen, dan denk ja. ik: Oh, Boni M, dat vond ik nog wel leuk. Ja. En dat was in die tijd echt de not-done muziek. Als ja. je een serieuze muziekliefhebber. Maar uw vraag wat? was: kan muziek nog echt revolutionair zijn? Ook mooi dat He? je dat even terugpakt. Ja. Zo. Ik had u eigenlijk Je wordt eigenlijk of de hoek. Ja. Doe je doet het uw eigen <laughs> terug zelf van. Dat is wel grappig. Je wilt dat eigenlijk een klein ja, beetje. Nee, ja. Dat ik, examen Je Zit rooster. daar ondertussen toch over na? Ja, meenken. maar dat is toch, een, dat is toch geen domme. Dat, dat, dat is iets wat ja. ik echt daadwerkelijk over nadenk. Van een vehicle for change, kan dat dan nog zijn? Ja, maar dan. Voor mij gaat de discussie dan op een bepaald moment veel verder dan alleen muziek. Namelijk, hoe kan je echt nog verandering forceren? Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat dat heel moeilijk is. Dat je zo een aantal bewegingen al hebt gehad. Uh, zo de, de, de 1% uh, tegen de 99% en ja. in Spanje de... Um, oh, ik kan nu niet op de naam komen, maar ook zo'n soort van verzet in Spanje tegen ja. het, het grote kapitalisme en dit mm -hmm. en dat. En, er zijn regelmatig wel zo burgerbewegingen en, en, en politieke bewegingen. En, en dingen die van onderuit komen. Die, die het systeem in vraag stellen. En die slagen er dan toch net niet in om, om echt. die bloeien dan weer dood voor het moment ja. is gekomen. dat er echt iets verandert. En tien ja. jaar geleden, in 2008, is er een enorme bankencrisis. We zijn nu tien jaar verder en de meeste. Modale burgers in België hebben dat eigenlijk niet gevoeld. Maar nee. nee. Dat is zelfs zo'n ding dat je. Dat je maar als je daar dan al... eens een film ja. of zo over ziet, dan denk je wel van: fucking hell, dat is echt niet oké okay wat daar toen gebeurd is. Nee. En op sommige andere plekken in de wereld hebben ze dat hebben ze heel, dat heel, hard, heel gevoeld. hard gevoeld. Ja, absoluut. En wij doen gewoon verder. En dus, dus dat zijn wel dingen die mij wel bezighouden. Um, wat de rol van muziek daarin zou kunnen zijn, ja, dan. Op dat moment denk ik dan van. ja. Uiteindelijk is het wel gewoon muziek. Ja. ja. En toch is het ook een beetje een soundtrack. Hè? Zo, je, je dat wel, soms want wat het... je nu wel hebt, is natuurlijk toch wel heel veel door het uh, Trump-gegeven beïnvloede platen die uitkomen. Hè? Ja. Het feit dat Trump verkozen is geraakt in Amerika, daar zijn nu wel heel veel artiesten die dat toch in hun muziek of in hun teksten daar ja. iets mee doen. Ja. Dat wel. Gaan die iets in beweging zetten? Een echte verandering of een revolutie? Ja, de andere, de andere dat kant kun je al... de vraag natuurlijk ook stellen, hè, wat ik er net gedaan heb, maar je kunt ook de vraag stellen: Heeft muziek ooit iets veranderd? Of ja, is dat gewoon wel, ja. meegegaan, het missen een, een tijd? Ja. Hè? was ja. dat gewoon het moment was daar? Ja, het momentum en het momentum. Ja. Maar ik kan me toch, toch ook voorstellen dat, dat, dat als, je, als je zo opgroeit met bands, gelijk. Uh, gelijk direct de Who en Led Zeppelin en de Rolling Stones en Beatles en, en al, die, al die dingen en ook, ook die, die enorme jaren 70 excess zoals ELO en zo van die mega georchestreerde erover dingen en je kreeg dan ineens de Ramones of je kreeg dan ineens de Sex Pistols dat dat letterlijk een trap in je gezicht is dat je denkt wauw hier ja, wordt even een andere wereld maar de mensen die volop over. in de jaren 70 rock zaten zijn niet altijd het is vaak een nieuwe generatie die dan in de jaren 80 bijvoorbeeld zich vastklampten aan die groepen. Die, ja. die, die, die jaren zeventig liefhebbers, daar loopt er nog altijd van rond, die nog altijd alleen maar die platen, ja. de beste platen ter wereld vinden. Dat is ook waar. Het ja. Ja, ja. is niet dat je altijd mee groeit in die evoluties. Nee, maar je voelt dan wel een shift, je voelt iets veranderen. Ja, je dat voelt dat wel. wel van: ja. van, van, van hey, gisteren waren wij nog cock of the walk en vandaag zitten die ene die een zijkant... tot te kijken naar wat dat er aan het gebeuren is. Maar dat mocht er nu toch mee, met gitaren. Ik, bedoel, ik kom wel eens regelmatig in een muziekwinkel en waar je vroeger 20, 30, 40 gitaren zet, kunnen nu 20, 30, 40 dj-systemen vinden, ja, dus ik ja. denk dat we dat ook wel meemaken ja, op dit moment. Ja. ja, sowieso, elektronische muziek is nu gigantisch. Hè? Mm -hmm. Ja, dat is wel waar wat je zegt. Nou, het, is, het is alleen... Het, het lijkt... Nu een beetje geleidelijker aan te gaan, denk ik. Ik denk dat dat minder zo'n soort shock is. Ik denk dat het moeilijk is. is om het te zeggen als je erin zit. Waarschijnlijk. Misschien ja. over misschien dat, jaar uh, dat we misschien... zeggen van, oh toen ik, ik in 2018. Me, maar toch herinner ik me voor mij heel duidelijk de jaren negentig, dat was voor mij, je voelde letterlijk een shift, vond ik. Hmm. Je voelde het bijna overnight gebeuren. Maar dat is ook wel effectief het, het wereldwijde succes van een groep als Nirvana bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat was inderdaad wel uitzonderlijk. Ja, dat was dat, dat plots zo... ook opgepikt werd door en, en MTV ge, en ja, door... Uh... En dat je letterlijk op het nieuws, er was letterlijk een nieuwsitem dat daarover ging, en begon, dat begon met, ja, alternatief is in. Ja. En je voelde <laughs> ook zo ineens, letterlijk van de ene dag op de andere, was het ook alternatief. We moesten ja. ook niet meer aankomen met die mainstream-zever. Dan, dan... Maar nu is het onderscheid tussen alternatief en mainstream gewoon niet meer zo... Dat, dat, dat is zelfs bijna niet meer bestaan, denk is ik. dat. Ik denk, ook, ik denk ook dat je, wat, wat, wat vooral met, met heel veel dingen dat je nu hebt, is, is dat er zo'n soort, um, zeker voor, voor dingen als festivals of als bewegingen in muziek, dat er bijna geen middle ground ook niet meer is. Mm. Dat dat allemaal wegvalt. Dat je ofwel enorm uh, het moet hebben van, in alle genres, extremen en underground en for us, bias en dat is onze band en dat mag ja. niet dat worden... Of je hebt die gigantische monsters die helemaal niet meer onderhevig zijn om dat soort dingen. En, en ik zeg niet dat de middle ground, wat is dat dan? He, zijn dat dan bands die, die daar zo ergens tussen zitten? Zo? Ik mm -hmm. zal zeggen, degene die wereldwijd de tricksen uitverkopen, of de AB's, mm -hmm. dat, is dat, dat gevoel dat dat, dat, die, dat, dat dat gedeelte van de muziek het, het moeilijkste heeft van allemaal. Terwijl je het zo, zo'n underground bands, die spelen elke avond voor twintig man, maar de, 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 de pers doet alsof dat het, het beste is dat er ooit is geweest. Ja. En dan is het van die gigantische ja, uitverkochte arena-toestanden, waar je ook van denkt, ja, wat maakt het al niet meer uit, wat ze daarover zeggen, want die zijn Courtney dat al Barnet gepasseerd. Courtney zit op het AB-niveau. Voilà, ja, maar, het is wel, maar ik, ik ja. zet wel mee wat, wat je zegt, want dat is wel waar. Gaat die daar binnen twee jaar nog zitten? Als dat hangt ervan plaat. af, of dat, ja, wat die volgende plaat doet. Ja, dat is zo. En ja. of ze uitge. Allee, in, in welke mate dat ze dit gaat moeten uh, toeren. Omdat dat inderdaad iets is. Als je, uh, er, omdat het live gegeven ook nog veel belangrijker is geworden. Bands branden soms ook gewoon op. Hè. Ja, maar ik vind wel in dit geval bijvoorbeeld: hoe ken ik haar? Ik ken haar omdat ik nog bepaalde dingen lees ik ken haar niet omdat dat bijvoorbeeld 100% mijn muziek is, maar ja. omdat er momentum rond is in een soort uh, ja op het niveau van de tricks en de abs is uh -huh. een naar pers door Katy Perry heeft geen probleem Katy Perry heeft een humor niet nodig of, of weet nee, ik wat die trekt er nee, nee. een plan wel de underground trekt zijn plan ook wel maar dat soort dingen voel ik ik wel dat, je, dat die periode korter is. En ik, ik zou niet mijn geld zetten op Courtney Warren. Die gaan niet naar de Lotto Arena per se de volgende keer. Maar ik zou ze liever ook niet naar de Lotto Arena zien gaan. Dat is een... Oké. Okay, maar dat is een, een smaakding. Maar als het puur gaat over hoe dat, hoe dat een tijd nu is... Want waarom moet elke groep... ...een curve maken naar semi-arena's ja, Daar ben ik het volledig ik niet... mee eens, maar dat komt gewoon omdat, omdat het nu op een bepaalde manier... ...is het voor veel artiesten veel moeilijker om daar te blijven op dat niveau. Er, er en is, niet er is, weg te Er is doen, bijna nee? een houding van, ofwel ga je naar daar, of jij ja. ja, 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 doet er ja, niet meer toe... Ja, ja. ...en jij wordt echt vervangen door iemand ja. anders, want het nieuw is eraf. Ja, dat is wel zo. Je voelt wel bijvoorbeeld aan groepen als. Uh, je had het over de strokes daar straks. Mm -hmm. In diezelfde periode had je ook Interpol, die iets daarna zijn begonnen. Ja. Als die nu een nieuwe plaat uitbrengen, dat wordt al veel moeilijker. Ja. We hebben in dezelfde zaal gestaan in als Interpol een dag nadien. Ik mm -hmm. ja. bedoel, dat is. En Interpol was een straffe band. hè? Interpol had alles mee, hè. Ja. En waarom is dat nu moeilijker voor Interpol? Omdat er ondertussen inderdaad een andere sound populair is. Mm -hmm. Kendrick Lamar vind ik ook een goed voorbeeld Want wat je al straks zei over zo iemand die eigenlijk een, 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 een figuur die een bepaald uh, tijdsgeest symboliseert ja. ik denk dat, ik, ik was ook gewoon kijken in het sportpalaas en ik, ik, ik vond hem ook al lang leuk en zo, maar ik was wel serieus onder de indruk van oh, het volk dat daar zat ja, 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 ja. En, uh, en, en ook hoe dat de, de benauwde bezetenheid waar dat allemaal mee gezongen werd, ja. wat enorm knap was ja. alleen maar positieve dingen over te ja. zeggen maar toch uh, vraag ik me af uh, of dat dat even lang vol te houden is voor hem. Dan pak we hier of zo. Als het gaat over die een shock, want eigenlijk is dat ook een stem van een generatie. Kinderik Absoluut, ja, ja ja ja, absoluut. En in zekere zin was het showgehalte van dat concert ook in contrast met wat hij in zijn muziek zegt. Dat had ik zo wel. Dacht ik van, hmm, tja, dat is eigenlijk wel een rare keuze. Om echt meer voor gewoon als één man op het podium te gaan staan en te, te presenteren. Dan heel dat verhaaltje daar rond van wat was het, Kung Fu Kenny. En, ja, het is, het is een show die hij gemaakt heeft. Het is niet gewoon een concert. En zelf zit ik daar dan eigenlijk niet zo op te wachten. Het was goed gedaan en hij rapte goed en er was veel. Het leefde in die zaal en dat maakte het een goed concert voor mij. Ik vond dat niet subliem. En ik vond... Ik vond uh, en Want er was ook een zekere afstand door het, de setting en... en... Ja, het spijt me dat jij dat niet gezien hebt. Dat vond ik echt ja, jammer. Ja, ik, ik stond toen helaas met dood te vervelen op uh, Brian Fallon, uh, die dat, uh, in, de, in de Roma, Roma stond. Ja. En ik was wel best een fan van... Uh, die, hoe heet een band nu weer? Verdomme toch. Ik vind het, de 59 Sound, heet die plaats. Uh, gaslight, uh, gaslight, uh, anthem. Ja. Anthem. gaslight Anthem. Ja. Dus eh, zo een de, beetje de, de, de punkige Bruce Springsteen. Eh, ja. Dat is allemaal goed en wel. En uh, het voorprogramma was... Dave Haas, denk ik. Die ken ik. Dus ja, ja, dat is zo'n uh, zo gast die dat ook zo... Dat is een beetje... Ja, ook dat, die heeft ook een band. Is dat The Loved was, Ones? Ja, yeah, The Loved Ones, maar die, die, die was... Op ook bijvoorbeeld in zo'n tijd. Dat was zo'n package. Ja. Dat, is de, dat zijn zo van die... Ja, oh. Bands die singers songwriters. Ja, een klein uh, beetje ja. gelijk... Gewoon, uh, oh man, ik zijn vreselijk aan het wel Die gast van Alkaline Trio deed dat ook. Uh, die yeah. dan nu bij Blink, wanneer hij toegespeeld. Hoe oh, heet die gast nu weer? Die is zo Mads in Kiba. England. England. Uh, Frank... Turner. Oh, Frank, Frank Turner. Turner. Ah, ja, ja, Turner. Ja, ja. ja. Zo'n beetje dat soort zo, wat, zo Punky, Billy Brack-achtige singer, songwriter. Ja. Zo, eh, dat soort gasten. En ik weet nog dat ik dat in de Roma ben gaan kijken, want ik moest daar dan naartoe. En, uh, de, de, en, en ik. ik ik, er was een gast die ik al lang ken en die kwam naar mij en zei Ja, ik had twee kaarten voor Kendrick Lamar, maar ik heb die verkocht want ik wou hier zijn vandaag. En ik had, had die verkocht aan oh mij. <laughs> want ik was eigenlijk liever daar geweest. Ja. Ik had dat liever gezien. Ja. Dus. Maar ja, dat zijn zo van die dingen. Ja, ik weet het niet. J Jij wordt er niet helemaal weg ik van. Ik vond het oké, okay, maar ik bijvoorbeeld... Ik, 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 vind, deze plate, ik vind dat platen wel knap wat je doet. Ik ben ook helemaal mee... Maar ik vond het uh, inderdaad, ik volg u wel. We een paar jaar daarvoor hadden wij Watch the Throne gezien, Kanye ja, West en Jay-Z. Cool. Ah, ja. En dat vond ik veel beter, omdat ja. dat in mijn ogen Dat is wat die doen. Die stonden ja. erop van die videomapping, dat was larger than life, dat was ja. de queen van de hip-hop. Ja. Dat was onvoorstelbaar, maar dat paste ook. En ik vond bij Kinderen Lamar ook zoiets, ja, wat wilde, een beetje, wat wilde eigenlijk zijn? Maar mm -hmm. met die show vond ik ook niet. All the way over de top. Nee. Het was ook niet dat hij met de lucht kwam. <laughs> ja, maar dat op bepaalde momenten stond hij wel op een podium, dat zo. Ja, maar dat vond ik. Zo ik... Jezus ja, en dan denk ik, nu zit er we wel Justin Timberlake. Ja, al oh wel. En dat vind ik ook. En, Justin, en ja. Justin is veel e meer één met ja, dat is gewoon een entertainer. Ja, en die, en die... Dat is ook niet iemand met een boodschap, dat is gewoon een entertainer en die doet dat goed. En, uh, dat, dat, ja, dat is een show, niet maar dat de, klopt dan. Bij ja. de kinder, was het, ik, ofwel was het management, maar dat kan ik kunde hem ook niet echt, ofwel was het gewoon van, ja, misschien doet hem dit toch liever. Ja, plus als je, want dat, dat weet jij beter, als je dan toch in het sportpaleis staat, mm -hmm. dan. We moeten misschien ook wel iets meer brengen dan gewoon ja, op dat, dat podium waar, staan. Ja, dat is waar. Op een bepaald moment Je je hebt een gevoel omdat je zoveel volk op de been eh, brengt eh, daarvoor en je zat in zo'n gigantische zaal. Meestal eh, zijn uw ticketprijzen ook wat hoger als je daar staat. Gewoon al puur omdat dat een, een, een arm en een been kost om die zaal ja. af te huren. Dus eh, wat niet te onderschatten is, als mensen nooit zeiken over ticketprijzen, kan ik er wel een blikje over open trekken van eh, ik zal u eens vertellen wat dat, dat kost. Ja. Eh, dan dan weet je dat je, om dat een beetje rendabel te maken, wordt, het, wordt dat allemaal maar duurder en duurder. Hmm. Dus dan heb ik ook het gevoel van als je mensen zoveel laat betalen, moet ik ze er ook wel iets voor geven. Ja, en moet er een soort productie ja, zijn. Hoewel dat, dat eigenlijk niet nodig is. Ja. Want als je 100% eerlijk bent, ik kon dat ook met mijn nieuwe show daar doen, dat gewoon niet zo overdreven zijn als die ervoor. En niet alleen het budgetoverwegingen maar puur omdat ik denk: nee, je moet eigenlijk puur er staan met wat je doet. Ja. En dat moet genoeg zijn. Zo, so, uiteindelijk als dat goed is, dan is dat, dan is dat ook zo. En dat is, eh, we hebben al veel bezig geweest over, over dingen als muse. En, en, ik had dat zo banaal denken van hier de, de, de alternatieve grieten ten opzichte van de overdreven. Het moet maar allemaal ontploffen, gast. Maar dat is, <laughs> ik heb ook een kant dat enorm fan is van, van iemand die dat met de bare minimum doet. Ja waar je echt van zegt... ja well, Henry dat, Rollins. De Henry Rollins, absoluut. Witte lichten ook. Die ja. zei altijd... Eh, de, de sound, eh, sound guy, just turn it up. And light guy, you can take, eh, you can ja. take a break. Er moet absoluut niks gebeuren. Dat is ik eh, in mijn onderbroek, eh, ja. zwetend op podium en alleen maar rocken en ja. gaan. En daar ben ik even hard een fan van. En van, zo van die enorm eh, overgeproduceerde nonsense. Want <laughs> ik kan wel een fan zijn van alle twee. Maar eigenlijk is dat ook omdat dat twee uiterst van hetzelfde spectrum zijn. De ene zegt ja. gewoon, hoe, hoe, als ik erover ga, ga ik er volledig over. En de andere zegt, nooit half werk. Ja. Iemand dat ja, zegt, ja. nee, nee. Eigenlijk hebben al, iemand die een duidelijke keuze maakt. We hebben al die shit ja. niet nodig, ja. we doen alleen dat. Of iemand ja. dat zegt, nee, nee. Voor mij, uh, hoe meer shit, hoe beter. Ja, ja, ja. En daar kan ik van houden. Maar zoals jullie nu vertellen over Kendrick Lamar, dan voelde dat dat er zo wat tussen hangt. Waardoor ja. dat dat wat ambigu ja. wordt. Waardoor dat je denkt... Ja, maar ze Pas erna... op, 90% van de mensen die daar waren, waren helemaal mee, hè? Ja. en het was wel een goed concert. Maar gaan die er maar... met de volgende plaat nog zijn? Ja. Dat is een goede vraag. Dat is een vraag. Ja. Ja. Ik vond, ik, ik vond het, Heel uh, veel jongvolk ook. Wist, ik was er, in, ik, ja, jong, ja. En, ik vond het, uh, en wat ik ook vond, en, ja, ik ben er soms met uh, Raf, een gemeenschappelijke vriend van ons, en dat is een gekleurde medemens, en ik was blij dat er was, want dan was er tenminste een beetje kleur in de zaal, ja. letterlijk. En daar is niks mis mee, hè. absoluut ja. niet. Laat dat duidelijk zijn. maar bijvoorbeeld Kanye West en Watch The Throne uh, en Jay-Z, ja, daar ja, waren meer gekleurde medemensen. Ja. Maar, maar als je dan bepaalde pers of zo leest, dan denk je, ja, wat is dan de stem van de hip hop generatie ja, Maar ik denk wel dat, dat Kanye, bijvoorbeeld Kendrick Lamar, maar ook Kanye West, uh, hun publiek in de States is gewoon een ander publiek dan in Europa. Mm. Ik denk, denk dat Kendrick Lamar in de States echt wel heel veel gekleurde fans Ja, absoluut. Fans en en, en laat het eigenlijk zijn, dat is ook geen, geen criterium voor iets, niet te goed te Nee, maar het maar ik valt vond dat... wel op. En ik heb vorig weekend um, Tyler, the Creator en Vince Staples gezien op uh, Best Kept Secret. En dat is ook een festival met een blank publiek. Mm -hmm. En terwijl je daar zelf staat, voel je ook van, dat, is, dat, moet, dat moet toch raar zijn? Ja. Ja. Hey, het was Tyler, denk ik, die een nummer heeft dat ook echt de hele tijd van nigger, nigger, nigger is. Maar als je mm -hmm. dat dan als blanke. loopt mee te zingen ja, uit volle borst, raar. dan wordt dat weird. Ja. ja. Maar dat is ook. Ik, 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 ik had zo'n moment met mijn dochter in de notto En die, die vangt ook heel hard dingen op. Hè. Die is ja. zo heel snel. En die zit daar dan naast mij en dat is zo where you know, we know, nigga know where to go. <laughs> nigga. En, zo, en ik hoor die dat zo zeggen en ik zeg, Amy, zeg dat nooit in de buurt van anderen mee. Want je begint zo te voelen van, hè. En we hate popo when the kill is dead in the street fight show, Nikke. En ik denk, dat's, dat komt tot een negenjarige die zo'n tien jaar En je zit er zo door te zien van, wat En dan ga je nu net gezegd. Dus dat je ook zo soms voelt van, wat heb ik die keer in de notto weer opgezet? Moet dat op het moment gaan, dat, dat was met, met Steel Panther. Dan was ze nog veel jonger. Zo kijk, ik weet of je die kind zo'n bullshit hardropt. Ja, 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 ja. Die zo van die nonsens teksten hebben. Maar die zijn eigenlijk een, een enorm goede pastiche op van die dus jaren tachtig. nog altijd zo'n spending. Flauwe, cool, ja. uh, hardrock. En uh, die hadden een liedje en dat heet Glory Hole. En dat staat op volle bak in de notto. Deze was mijn vader van het jaarmoment. <laughs> ik denk dat Amy toen zes jaar was. Of zo niet kijk, En hij zegt: Papa, wat is Glory Hole? <laughs> en ik weet begot niet meer wat ik op dat moment verzonnen heb. Maar het, was wel, het had wel niks te maken met wat dat echt is. Ik had echt zoiets van: Oh god, zo, denk nu toch eens na als je zoiets opzet. Dus ja, dat krijgt iets heel bevreemdend. Hè? Als je ja. merkt dat die, hè, zeker dat nummer van Kendrick Lamar, alright, dat eigenlijk ja. een beetje de soundtrack van Black Lives Matter Absoluut. geworden is, ja. dat je heel hard voelt: van... ja, dat gaat echt niet over u. En, en nee, maar zich... dat wil niet zeggen dat je het niet kan appreciëren. Nee, absoluut en dat je er ook niet. En dat je er ook iets bij kan voelen. Zeker. En, en, maar effectief, het is, je kunt niet zeggen, het is van mij. Is ja, en het wordt, dan, het wordt dan ook tegelijkertijd, krijg je dan ook nog eens zo dat, dat, dat ja, hoe moet ik dat zeggen, zo de, de salonveegheid van hiphop nu momenteel, waar dat zo al de juiste mensen zeggen dat dat het geen is dat je goed moet vinden, dat dat al bijna zo'n soort, ja, zo dat, dat gevoel dat ik altijd krijg met... Mensen die zeggen ja, het zijn niet de noten die hij speelt, maar de noten die hij niet speelt. Zo dat soort wankerij <laughs> waar ik altijd uh, heel allergisch aan ben. De puta madre, man. De, de... puta madre. Oh my god. Ja, Just. hoe zou het daarmee zijn? Heb ja. je die ja. nooit gekend? Dat waren zo die Brusselse ja, jaren 90. Ja, 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 ja. Maar dat weet ik, daar hadden echt het gevoel van, ai ai, die wilden niet tegenkomen. Ja. Ja, dat is een ander. Dat was, dat was toen. toen hadden, dat was de, hadden ook zo natuurlijk dat gangster-ding. Dat toen overkwam. Wat er ja. nu een beetje uit is. Ja, he? ja, ja, ja. Allee, heel hard zelfs. Hoewel, ja. Kendrick Lamar is zelfs eigenlijk de anti. He? Dat is degene die zegt van. Ik ben degene die aan de andere kant van de loop mm. staat. En mm. niet degene die de, de, de badass is. Als je de... nu nog duister zou doen, zouden zoude dan uh, hip-hop erin steken? Nooit. Maar dan heb, ik het, dan heb ik het uiteraard niet over. Maar zo. Maar het de, de hiphop dat er zo meer naar dat spectrum neigt? Nee, ik denk het niet. Denk het niet. Nee. Maar We draaien bijvoorbeeld op Radio 1 draaien we wel, Kendrick Lamar. Mm -hmm. Drake niet. No. Um, en dat is soms moeilijk. Hè? Daar hebben we veel discussies over. Hè? Wat wel, wat niet, en ook bepaalde nummers specifieke. Wat zijn, wat zijn nummers? De criteria nummers eigenlijk? Waarom doen sommige dingen wel ah. en sommige dingen niet? Dat, is, dat heeft zowel te maken echt met de sound van een nummer. Ook met de relevantie van een nummer. Um, je wil toch ook genoeg variatie. Mm -hmm. Niet alleen maar gewoon singer-songwriter-achtige muziek. Um, we kiezen soms echt wel heel bewust voor. Bijvoorbeeld de nieuwe van Janelle Monet. Uh, omdat daar gewoon goede, funky, zwarte muziek is. En dat moet er ook in zitten. Um, maar ja, het criterium. Ik vind het een dunne lijn. Want ik was echt net het tegen. Wel... Lil Wayne. Ja. Lil Wayne is ja. zo iemand waarvan, als ik naar uh, de Kendrick luister, dan denk ik. er is veel Lil Wayne. Ik vind ja. dat Lil Wayne een aantal van... Maar toch, in dat is puur buikgevoel, ja. zou Lil Wayne eerder naar de kan neigen. Ja. En, dus het, is ook weer, het zit ook wel wel met de verpakking en hoe dat gaat. Maar het wat jij zegt is echt: het belangrijkste bij keuzes maken is buikgevoel en toch ja. Op een of andere manier rekening houden met het publiek. Hè. Bij Radio 1 zitten we wel met een ouder publiek. Er zitten mm -hmm. ook heel veel 50-plussers, ja. misschien zelfs het merendeel, die daarom niet, niet per se niet openstaan voor dat soort dingen. Maar je moet wel een goede mix maken. Ja. Dus wel. Wel leuk. Uiteindelijk maak je wel radio voor je publiek en niet voor jezelf. Ja. Dat vind ik toch wel. Maar ik denk dat, je, de, ik denk dat, dat als, je het, als je het kunt combineren, dat je de beste momenten hebt. Dat, hè? dat denk je zegt ik ook. van gemokt. Ja. Ja. Dat, 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 dat vind ik ook leuk. Om, hè, wat, wat ik ik vooral... vind het ook eerlijker als je een plaats draait, dat je er ook echt iets over kan zeggen of, of, ja. of kan achterstaan, alhoewel dat er altijd dingen tussen zitten. Dat je denkt van ja, ja, ja. dat zit er nu. Maar dat is ook een klein beetje de, de, de wat, wat uw programma ook heel hard heeft gehad, dat merkte ook bij heel veel mensen, dat is toch ook een soort bijna opvoedkundige functie. Bij hè? Dat, ja, dat je bijna zegt van, kijk, eens, deze zijn dingen die je niet veel hoort, maar dat wil dat wil niet zeggen dat dat niet goed is, hè? omdat dat mm -hmm. niet in uw strot geramd wordt de hele dag lang, maar hier hebben we sowieso iets anders. En dat heeft heel veel ja. deuren geopend voor heel veel mensen. Om door en dat vind ik nog altijd wel belangrijk. En, en, en ik, ik hoop dat dat ook nog altijd blijft gebeuren. En dat gebeuren. waren ook wel echt allemaal platen die we echt zelf gekozen hadden. Ja. Die we echt waardevol vonden. Ja, hebben daar nooit, eigenlijk hebben we daar nooit compromissen moeten sluiten. Nee, en we hebben wel gelijk in gekregen uiteindelijk. En in de meeste. Ja. Settings binnen ja. het radiolandschap, ja, moet je wel compromissen sluiten. Je zit gewoon binnen een context. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Tenzij dat je op een vrije radio, radio gaat maken, hè. dat kan ook. Hè. Je ja. kan uh, op Scorpio of Urgent of andere Die doen dat over, wel, hè? Die ja. hebben dat ook wat overgenomen. Ja. Hè. Zeker ja. de Scorpio, is dat de ja. Jury Elzen en zo, die gasten die hebben dat doen wel. wel. He, tuurlijk, ja. Ja. Wat ook knap is natuurlijk. Ja, dat is goed. Hè. Maar het luisterbereik is helaas toch veel kleiner. Ja. En de impact die je hebt, dat heb ik wel gevoeld. Dat was een van de redenen ook om niet meteen met duister dan ergens op het internet te gaan zitten. Dat ik dacht van ja, maar wij zaten wel binnen die luidspreker, die Studio Brussel is. En dat heeft ook veel waarde. Mm -hmm. Niet dat je per se massas mensen moet bereiken, maar ja dan heb je toch op een of andere manier impact. Ja, maar dat vind ik net belangrijk eigenlijk. Ik vind daarom dat een Zendra Studio Brussel... In, in, Want anders in, kan je gewoon teruggaan naar mixtapes maken ja, voor je vrienden. Inderdaad. Dat is een mooie rond, kijk eens aan. <laughs> we, hebben, we hebben bijna een loop gemaakt, ja. dat jij zo even terugkomt naar de mixtape. En dat jij denkt van, god, hoe lang gaat dat hier verdomme nog duren? Die gasten die blijven hier lullen. Ik kan even een mooi uh, momentje maken naar de mixtape. Ik zou uh, nog even ik zou willen afronden met. Um, ja, ja, het, het één ding dat ik nog wou zeggen was, was die opvoedkundige functie. Ik mis mm -hmm. dat soms een beetje nu. Dat ik denk: schotelt die niet altijd voor wat ze allemaal willen horen? Houdt niet alleen rekening mee dat adverteerders boos worden en zeggen ze zappen weg als een gitaar iets luider klinkt. Mm -hmm. Maar heb ook nog door dat hetgeen dat je speelt echt een impact heeft op mensen. En dat je ja. ook dingen kunt veranderen. Zonder, zonder per se dat te moeten forceren. Of maar dat je, ik, ik kan daar heel blij om zijn als iemand echt nog bezig is met muziek. Dat je voelt van die is niet alleen bezig met een radiopersoonlijkheid te zijn. die hoopt dat hij ooit een opstap krijgt naar een ja. TV-programma. maar dat je letterlijk een, 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 een iemand hebt die je nog, nog echt zegt van. Oké, okay, goed. Dat weten we allemaal dat dat cool is, want dat hebben we nu al duizend keer gehoord. Maar wat dachten hiervan? Ja, het spijtige is dat binnen de, de Nationale Zenders, dat die de, de, de kansen om op die manier radio te maken gewoon veel kleiner geworden zijn. Ja. Dat ligt op zich niet aan de mensen die daar zitten hmm. achter die microfoon. Um, nee, waarschijnlijk veel eer om, om alles eromheen. Ja. 9 van de 10. En dat vind ik ook altijd jammer. Want ja. het, dat is zo één ding waar ik het altijd heel en, moeilijk vind. En mee zeker heb gehad. bij zo de, de jonge radiomakers die net van school komen en die. die ja, waarvan je hoopt van dat die ook gewoon nieuwe dingen gaan doen. Die mogen dan een beetje komen oefenen, s'nachts. En die doen net hetzelfde. En ik vermoed dat ze daarin worden geduwd. Ja. Als wat je overdag hoort, namelijk bellen met de luisteraar van hé, hey, uh, ja. waar ben je, wat ben je aan het doen, uh, wat wil je horen, waarom? Een uh, ja. plaatje, en dan altijd weer een plaatje dat al in de playlist staat. Ja. ja. En dat vind ik wel fijn bij Radio 1 nu bijvoorbeeld. Dat ze echt bij momenten uh, hun best doen om out of the box te denken. En net te gaan voor de dingen die je niet zo vaak hoort. We hebben nu bijvoorbeeld is de zomerprogrammatie al begonnen. De zomer van. Elke voormiddag is met een gast en een thema. En de lijnen zijn open. Luisteraars, vandaag ging het over erotiek. Um, wat is voor jou de meest sexy song? En dat ging echt. Dat gaat dan van. Candy shop van 50 Cent, tot Peaches, tot uh, een Frans chanson, tot, tot Max Berlin, tot, tot allee, echt alle mogelijke dingen. En dan heb je mensen van, jonge mensen, mensen van 60 die zeggen, ah oh, maar voor mij is dat echt... Ja. Uh, en dat is wel heel fijn dat dat kan en dat, dat, dat loopt drie maanden lang en dat is elke dag iets compleet anders. Ja. En je krijgt dingen te horen die je echt anders nooit hoort. Dat is heel mooi. En Dat is heel tof. Het wordt ook eens tijd dat ze stoppen met mensen te vragen waar ze zijn en wat ze aan het doen zijn. Dat is nooit interessant, die zijn nooit aan het doen, die hebben ook nooit iets te zeggen. En de plaat die ze aanvragen, dat al 5 miljard keer gehoord. Stop met aan de hoe gemeente te vragen wat ze willen, die weten dat toch niet. Ja. Geeft die iets en voedt die een klein beetje op. Maar dat heb gij in ieder geval al heel lang gedaan, waarvoor zeer veel dank. <laughs> Aiko Duister, nog Dit één ding. Dat moet je goed vinden. Dat zal Godverdomme wel zijn. Er zijn meer mensen die dat dan moeten zeggen. Ik meen dat oprecht. Als je, als je een goede smaak hebt. En je denkt na over dingen. En je staat stil bij wat je om mensen laat horen. En je hebt een passie. Dan denk je dat je er veel ik, verder ik mee komt. Ik heb mijn rol nooit als opvoedkundig gezien. Maar wel wat ik graag zelf hoor. Is mensen die mij. Met passie iets vertellen over... En dat kan muziek zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Dat kan ook uh, over een film gaan, over een boek, over uh, theater. Maar dat zijn de momenten waarop dat je getriggerd bent om te zeggen van... En net is misschien iets naar iets te luisteren of te gaan kijken dat je zelf niet aan had gedacht. Voor oh, mij is de passie wel nog belangrijker dan het opvoedkundige. Want het gaat nog een, een aflevering van ons gekeken over de Breakfast Club. Ja. En ik vond het wel grappig <laughs> dat jij een mail stuurde van: we dachten van Repo Man. En dat ik zoiets had van: ah, dan wist ik ook al direct van waar dat jij kwam. Ja, uh, maar, maar zo dat is omdat jullie het over Emilio Estevez hadden ja, gehad. Ja, ja. En, en hoe dat ja, zijn profiel dan was. En, uh, ja, ja. Bleef dat, dat blijft ook wel een ja. fantastische film. Ja. Alex Cox, die dat ook ja. zit. de Nancy, ja. gedaan had, ook nog een uh, belangrijk. Nog één allerlaatste. Maar toen wist ik ook van we zijn even oud. Ja, we jullie al die jaren 80-films ook zo bewust hadden meegemaakt. Hij is eigenlijk jonger, hij is vijf jaar jonger dan ons. Opgevoed door jou. Dat zou ik nooit durven beweren. Ik denk dat er zelfs mijn dochter niet door mij is opgevoed. Maar eentje weer met de eindige kaastom, toen, maar ik kon het toch doen. Gaat. Enorm lang, nog enorm veel muziek geluisterd. Oké, okay, wat, wat, is, wat, is wat is uw Desert Island-plaat? Wat is het ding waar je van zegt, Tessna, nou een van de dingen die bij mij het meeste teweeg heeft gebracht? Ook al luisterde het nu, nu misschien ja. niet meer zoveel nog. Um, de groep die voor mij heel veel in gang heeft gestoken, namelijk qua nieuwsgierig zijn naar nieuwe, andere dingen, dat was eigenlijk voor mij Jane's Addiction. Alright. Ja, ja. Dus, en dat klopt ook nog altijd als ik daar nu naar luister, dan denk ik van dat het ook niet onlogisch is dat ik zowel echt in harde gitaren heb gezeten als in meer sferische, uh, melancholische dingen, want dat zit daar allemaal in. Ja. Um, en dat heeft ja, impact gehad, omdat dat op het juiste moment op mijn radar is gekomen omdat ik dat live heb gezien op een moment dat ik zeer beïnvloedbaar was en dacht van, wow, wat is dit? En dat beantwoordde toen ook niet aan al de rest dat er al was, denk ik. Nou. En um, ja, dat denk ik wel. Als ik dan nog een plaat zou moeten kiezen, dan wordt het moeilijk, want dan twijfel ik tussen, tussen twee albums. Maar, um... De welke? Ja, de, ritual de, de, de ja, Ritual was denk ja. ik de, de commerciële ja. doorbraak van, uh, van de groep. En dan daarvoor had je nog uh, de plaat met de twee vrouwen met hun hoofd. Ja, hoe heet nu? dat is mijn mountain song. Op ja. en zo hè? Ja, ja. Um, Goh, hoe heet die plaat Ik niet in de titel komen. We zijn al bezig. We ja, um, wel hè? Google Man, ja. zoek het op voor ons. Meteen. nothing uh, shocking. nothing shocking, ja natuurlijk ja. ja, ja. Uit 88. Ja. Ja. Genre rock. <laughs> Maar als ik dat nu opleeg, dan kan ik dat ook nog allemaal. Ja. Woord voor woord. Dat is ook zot, nee. hè. Zelfs voelen, al, zingen... Uh, zelfs al heb je dat twintig jaar album. niet meer gehoord. Ja. Dan weet dat, ja. dat, dat begint ja. en je zet ja. direct helemaal En dat mis mee. ik wel nu soms. Omdat ik te veel nieuwe dingen hoor, mm -hmm. dat je niet meer de tijd steekt in een plaat om die echt ja. zo... Ja. Door en door ja. in u op te nemen. Maar ik denk dat, dat, dat heb dat... ik gehad als, als, ja. als, als tiener, als twintiger en dan daarna is dat ja. toch fel verwaterd. Ja. Ja, ik heb dat met veel dingen ook. zoals met. Ik weet ook dat boeken dat ik las of comics dat ik las. Ik kende die van buiten en ik kon daar alles over. En nu lees ik eigenlijk nog veel meer. Maar ja. dat is ook veel rapper terugweg. Ja. Dat gevoel van. Uh... Mohoe, Aiko Duister, heel erg bedankt om langs te komen. Het was een eer om u hier <laughs> te hebben. Graag gedaan. Het was geweldig. Zo, dat was het voor ons voor uh, deze keer. Uh. Volgende keer zijn we weer terug met weer een andere held of heldin. Want nu is het hek vrouwen, van de hè? dam. Kom ja, maar, aan. Dat, sowieso. Er komen meer vrouwen. Uh, ze spelen ook allemaal keihou gitaar. Sowieso. Ga ja, Kent Stuurt ze allemaal onze richting uit. Dus uh, dat was het voor mij. Voor mijn compaan Andries Beckers. En uiteraard de onnavolgbare Aiko Duister. Dat was het voor Welcome we'll to the AA. See you next time. The first step on the road to recovery. ...is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -uh, ik ben hier aan je voor de zorg. Al het ergens over moet gaan. Zend de MSD! Naar de V! Ribbels of kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie... ...berust op louter toeval.